zal het ambtsgebed uitspreken. Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen. Ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging om besluiten te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. U kunt weer uw plaatsen innemen. Ik heet iedereen van harte welkom bij deze raadsvergadering. Buitengewone raadsvergadering. Het is niet een reguliere, maar hij gaat vooraan. Eerst de raadsvergadering, dan de raadsdebatten vanavond. Ik heb geen afmeldingen gekregen. Ik kijk even naar de linkerkant. Er zijn nog wat plaatsen leeg, maar misschien zullen die gevuld worden. Dan uiteraard het verzoek. Heeft u allemaal de presentielijst getekend? Ik zie mensen staan. U weet, dan bent u niet aanwezig in deze vergadering en mag u ook niet stemmen. En ik maak tegelijk van de gelegenheid gebruik om wethouder Binnenmars van harte te feliciteren namens de raad met zijn verjaardag vandaag op de dag af. Dus het is mooi dat u in ons midden bent en dat u gewoon toch op uw verjaardag uw verantwoordelijkheid neemt. Van harte namens de raad. Dan ga ik verder vervolgens zeggen dat de raadsleden verzocht worden om na de raadsvergadering hun postvakjes leeg te maken, leeg te halen, want er ligt post in. En het is een goed gebruik om die dan toch ook wel de stukken mee te nemen. En zoals ik net al aangaf, van harte welkom en uiteraard u ook op de tribune, want voor toch een aantal is het een hele bijzondere dag. En het is mooi om het mee te mogen maken dat straks je vader wordt beëdigd als raadslid van Twenterand. We hebben jeugdige bezoekers op de tribune. Van harte, welkom. Ik ga naar het tweede punt, vaststelling van de agenda. Wenst iemand het woord? Wenst iemand stemming daarover? Dat is niet het geval. Dan gaan we de agenda conform het voorstel helemaal afwerken. En dan kom ik bij agenda punt 3. Dat is de toelating van het raadslid, de heer J.J. Jonker. Omdat wij nog niet, dat doen we bij het volgende agendapunt, alle commissies hebben ingesteld, zal ook nu voor het onderzoek, commissie voor het onderzoek in zaken de toelating van de heer Jonker, een ad hoc commissie worden samengesteld. En vervolgens, als we het volgende agendapunt gehad hebben, dan kan dat gewoon een standaardcommissie worden, maar nu nog niet. En ik wil daarom voorstellen om mevrouw Beulakker, de heer Smelt en de heer Kobus te benoemen in deze ad hoc commissie. Ik kijk u allen rond. Ik zit wat in de zon te kijken. Dat is voor die kant. Kijk ik heel boos misschien. Dat is niet de bedoeling. Dat begrijpt u wel, maar ik probeer toch. Dan gaan we dat zo doen, deze ad hoc commissie. Dan hebben we dat besloten en dan schors ik de vergadering voor 10 minuten, zodat de commissie voor onderzoek ook alle stukken kan bekijken of de heer Jonker ook toegelaten kan worden tot de gemeenteraad van Twenterand. Ik schors de vergadering voor 10 minuten. De commissie van onderzoek heeft haar beraadslagingen beëindigd en maakt weer deel uit van deze vergadering. Dus ik heropen de vergadering en ik vraag de heer Smelt om de bevindingen van de commissie voor ons te verwoorden. En u heeft uw pasje al meegenomen, dus het gaat helemaal goed. Meneer Smelt, u het woord. Dank u wel, voorzitter. Een bijzonder moment voor de heer Jonker. Maar ook een klein beetje voor mezelf, dat ik als voorzitter van deze commissie het woord mag voeren over de geloofsbrief. De heer Jonker en ik kennen elkaar in andere hoedanigheden ook. Dus het is wel mooi dat we elkaar op deze manier ook mogen ontmoeten in de raad. Meneer, mevrouw de voorzitter, de door u benoemde ad hoc commissie heeft zojuist de geloofsbrieven aangaande de toelating van de heer Jonker beoordeeld en bekeken. De commissie heeft onderzocht of er
voor het nieuw te benoemen raadslid beletselend zouden zijn waardoor hij niet zou kunnen worden toegelaten tot de gemeenteraad van Twenteraad conform de vereisten in de gemeentewet. En uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat er inderdaad geen beletselen zijn en dat u, heer Jonker, onze collega mag worden in de raad en toegelaten kunt worden tot de gemeenteraad van Twenteland. Mevrouw de voorzitter, dank u wel. Dank u wel. Ik dank de ad hoc commissie voor het verrichte werk. En ik ga dan nu naar het raadsbesluit waarin wij het voorstel om de heer Jonker toe te laten als lid van de raad van de gemeente Twenteland. Wens iemand daarover het woord? In dit geval. Nou, wens iemand stemming? We hebben natuurlijk zo'n goede commissie die het gedaan heeft, dus dat niemand. Dan is al dus door ons besloten en ga ik over tot de heer Jonker dat hij de eed kan afleggen ten overstaan van ons. Dus ik zal ook naar het midden van de raadsvergadering gaat uitoefenen en heeft aangegeven dat u de eed wil afleggen. Dus ik zal u voorlezen en vervolgens kunt u bevestigen door zo'n ware raad. Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Voorwaarlijk helpen mij God almachtig. Welkom in de gemeenteraad van Twenteland. Heel fijn. Amen. Nou, er hoort natuurlijk de bloemen bij, uiteraard. En uw bordje, uiteraard. En ik zal u begeleiden naar uw plek. En alsjeblieft, de bloemen, maar die kunnen wel weer in het water of uw vrouw kan. Zoals te doen gebruikelijk, schors ik nu weer de vergadering om de heer Jonker te kunnen feliciteren. Dus ik nodig u daarvoor uit en ik besluit om 8:00 de vergadering weer voor te zetten met het volgende agendapunt. Ik schors de vergadering. Goed, volgens mij is de raad weer compleet en heropen ik de raadsvergadering. En als volgend agendapunt, agendapunt 4, daar staat benoemingen in diverse functies. En dit voorstel komt pas aan de orde komen nadat ook de heer Jonker lid is geworden van onze gemeenteraad. Dus vandaar dat dit als volgagendapunt geagendeerd is. Dit voorstel is in het presidium reeds voorbesproken en na overleg in de diverse fracties. Het heeft tot een aantal aanbevelingen geleid die in het voorstel vervat zijn en ik zal het zo ook voorlezen. Ik wil vragen, wens iemand hierover het woord? Dan wil ik voorstellen om, nadat ik alle commissies en benoemingen et cetera voorgelezen heb, bij acclamatie dit vast te stellen. Hier hoeven we dan niet over te stemmen. Ik zie geen leden die hierop tegen zijn. Dan ga ik het besluit voorlezen, wat we straks zullen nemen, te benoemen tot voorzitters van de raadsdebatten van de gemeente Twenterand, de heer Albersen, de heer Pape, de heer Kelder en de heer Smelt. Dan te benoemen tot leden van de vaste commissie, onderzoek nieuwe leden en wethouders van de gemeente Twenterand, mevrouw Beulakker, de heer Smelt en de heer Kobus. En als plaatsvervanger mevrouw Bramer. Dan te benoemen tot leden van de auditcommissie van de gemeente Twenterand, de heer Elzinga, de heer Kerkdijk, de heer Kobus, de heer Reusken, de heer Veldmeijer en de heer Jonker. Te benoemen tot leden van de werkgeverscommissie van de gemeente Twenterand, mevrouw Beulakker, de heer Kelder, de heer Smelt en plaatsvervanger de heer Jonker. Te benoemen tot leden van het algemeen bestuur van de EU-regio, de heer Laarman en als plaatsvervanger de heer Jonker.
En te benoemen tot lid van het presidium van de Twenteraad, de heer Pape, en als plaatsvervanger de heer Veldmeijer. En ik wil deze benoemingen bekrachtigen. De acclamatie bent u allemaal, zoals ik heb voorgelezen, benoemd in de verschillende commissies en als voorzitters van de raadsdebatten. Al dus besloten door de gemeenteraad van Twenterand. Dan ga ik over tot het volgende agendapunt. Dat is de bespreking van het coalitieakkoord 2018-2022. Kernachtig en veranderend Twenterand. En ik geef daarvoor het woord aan de heer Elsinga. Dan zal ik het woord geven aan de heer Smelt. En vervolgens zal ik de andere fracties, beginnend bij de heer Kouder, allemaal het woord geven, indien u dat wenst, uiteraard. De heer Elsinga, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Gemeente Belangen Twenterand en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over hoe zij gezamenlijk in een coalitie met concrete acties resultaten willen behalen. Maar eerst kort het proces. Na de verkiezingsuitslag, die best apart was, hebben we een onafhankelijke informateur aangesteld en hem een opdracht meegegeven. Advies na zijn bevindingen was: ga eerst verkennend in gesprek met de ChristenUnie. Dit heeft plaatsgevonden. Het heeft geleid tot inhoudelijke en verdiepende gesprekken, onderhandelingen en uiteindelijk geresulteerd in het voorliggende coalitieakkoord. Hoewel onderhandelingen, zo heeft het absoluut niet gevoeld en dat was wederzijds. Het ging als vanzelf samen en dat was best bijzonder om mee te mogen maken. De informateur achtte een raadsprogramma als onwenselijk. De verschillen over hoe dit geregeld zou moeten worden bleken te groot. Daarnaast gaf de informateur aan dat de onderwerpen die de fracties aandroegen uiteenlopen, evenals de standpunten over dit onderwerp. Omdat GBT en ChristenUnie de raadsfracties toch de mogelijkheid wilden geven inbreng te hebben, kunnen er vanavond aanvullende voorstellen ingediend worden. En dat is nieuw. We zijn erg benieuwd naar deze voorstellen. Daarom zal ik straks namens GBT en ChristenUnie het coalitieakkoord nog niet overhandigen aan de voorzitter van de raad, maar volgende week. Dan nu het coalitieakkoord. Het akkoord is een overeenkomst tussen GBT en ChristenUnie die gaat over wat wij de komende 4 jaar willen realiseren of minimaal een start hebben gegeven. Want de toekomst eindigt niet over 4 jaar. In hoofdlijnen zet deze coalitie in op het verbeteren van de relatie met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners, waarbij de gemeente drempels verlaagt, participeert en initiatieven faciliteert. Het bieden van adequate zorg en ondersteuning aan wie dat nodig heeft, van jong tot oud. Energiebesparing en verduurzaming. Het versterken van het economisch en toeristisch klimaat. Het verder gezond maken van de gemeentefinanciën van de gemeente Twenterand. Het vergroten van de zichtbaarheid van het openbaar bestuur en het voorbereiden van kernbudgetten voor het ontwikkelen van wijk- en buurtplannen en aanjaaggeld voor passende initiatieven. Op een aantal punten wil ik verder inzoomen, voorzitter. Het is de wens van GBT en ChristenUnie om onze inwoners, instellingen en ondernemers het gevoel en vertrouwen te geven dat de politiek van en voor de inwoners van Twenterand is. Dat doe je door meer inspraak te geven, hoger op de participatieladder en door de inwoners meer op te zoeken en te betrekken. Dus niet alleen als er verkiezingen in aantocht zijn, zoals de raadsbijeenkomsten op locatie worden gehouden. De inwoners mogen mede de profielschets van de nieuwe burgemeester bepalen. Er worden kernbudgetten voorbereid die ingezet kunnen worden voor de leefbaarheid in de kernen. Meer gebruik maken van e-spraak via internet dan alleen maar bij verkeersvisies. Het faciliteren van de uitrol van WhatsApp buurtpreventiegroepen. Dat in samenspraak met de dorpsraden. Er komen 4 kernwethouders die onder meer als vast aanspreekpunt fungeren. Een grote wens van alle dorpsraden in onze gemeente, zoals zij in een gezamenlijke brief aan ons hebben laten weten. Geen kernpolitiek. Die kern heeft dit, dus willen wij dat ook. Want dat is niet alleen onbetaalbaar, maar leidt tot een onprettige sfeer onder de inwoners. We willen meer eenheid. Het is niet mogelijk, maar bij wijze van spreken zouden alle plaatsnaamborden vervangen moeten worden door Twenterand. Verkeersknelpunten moeten worden opgelost. Concreet noemen we het Kervelplein en de Schuineweg in Westerhaar. De kruising Harweg. Dalenveenseweg Frieseveen. Oranjeschool Vromsoop. Jumbo-locatie Frieseveen en de Tonnendijkbrug in Vromsoop.
Deze coalitie houdt vast aan geen betaald parkeren. En met de provinciale verkiezingen in aantocht willen we een gezamenlijke lobby voeren met u als raad om de spoorlijn Almelo-Marienberg te elektrificeren. Dat is niet alleen goed om de enorme aantallen uitval van treinen tegen te gaan, een grote ergernis onder reizigers, maar tegelijk goed om de dieseluitstoot te beperken. Een gezamenlijke lobby werkt. Zie de aanpak van de N36. Het duurzaamheidsfonds moet onder meer de kloof voorkomen met inwoners die de duurzaamheidsmaatregelen niet of moeilijk kunnen betalen. Daarnaast zal het totale afvalbeleid opnieuw worden bepaald. Financiële prikkels moeten leiden tot een nog efficiëntere inzameling. Vooruitlopend op de invoering van de omgevingsvisie wordt een korte, maar krachtige, integrale visie op de toekomst van het buitengebied geschreven. Hier wordt onder andere aandacht besteed aan de veehouderij, rood voor rood regeling, natuurbeheer en het ecologisch bermbeheer. Volkshuisvesting is onder andere gericht op doorstroming, maar ook op het genereren van voldoende en betaalbare huurwoningen. Projecten zoals passend wonen wordt getracht te continueren en statusleningen voor jongeren als extra ondersteuning. Verpauperde panden en terreinen worden aangepakt en gekeken wordt hier een passende stemming, desnoods woonbestemming, op te zetten. De coalitie zet zich maximaal in om verpaupering binnen haar mogelijkheden op te lossen en tegen te gaan. We realiseren ons terdege dat we hierbij soms afhankelijk zijn van medewerking van derden. Voor wat betreft het zwembaddossier, het overdekte zwembad blijft bij de Stamper in Friezeveen. En aquapark De Zandstuven blijft in Vromshoog, maar wordt in nauwe samenwerking met de gelijknamige stichting opgewaardeerd. Openluchtbad De Groene Jager in Den Ham wordt, net als De Zandstuven, met duurzame investeringen toekomstbestendig gemaakt, zodat deze baren lang mee kunnen en de toekomst zeker is. De coalitie wil promotie en marketing van Twenteland ontwikkelen en verbinden in samenwerking met organisatoren van evenementen en culturele activiteiten, de detailhandel en de recreatie- en toerismesector. Er komt een nieuwe nota evenementen. We waarderen onze ambassadeurs enorm, want dat zijn het. Met hun geweldige inzet en activiteiten zetten ze Twenteland op de kaart en dan moeten we veel meer uitventen. We zijn met elkaar trots op Twenteland. Nieuw is dat de hondenbelasting wordt afgeschaft en de overlast voor hondenpoep serieuze aandacht krijgt, waarbij inbreng en betrokkenheid van inwoners wordt gevraagd. Verder is nieuw dat een fondsenwerver wordt aangesteld die onder meer geldpotten in Zwolle, Den Haag en Brussel gaat aanboren en deze naar onze gemeente haalt. De financiële tekorten in het sociale domein en met name aan de hulpkant blijven ons zorgen baren. De politie wil met structurele preventieve maatregelen komen. Als het sociaal domein vereist dat wij de OZB extra moeten verhogen om het allemaal betaalbaar te houden, zullen wij dat in de laatste plaats van de afwegingen niet uitsluiten. Maar dit moet geen nieuws meer zijn voor u. Aangezien wij dit meerdere malen hier in de raadzaal en in verkiezingstijd hebben verkondigd. Met betrekking tot de huishoudelijke hulp zullen de eerste keukentafelgesprekken kritisch onder de loep worden genomen, als ook de methode van indiceren. Op een der laatste pagina's van het akkoord is de financiële paragraaf te lezen. We hebben de ingezette zoekrichtingen die door de meerderheid van de raad zijn vastgesteld tijdens de laatste begrotingsbehandelingen niet vermeld omdat daartoe al is besloten. Wij maken wel enige nuance in ons akkoord als het gaat om de sport. Voorkomende uit de begroting en de beoordeling ervan heeft onze gemeente deelgenomen aan de financiële scan van de provincie Overijssel. Op onderdelen zullen wij deze erbij betrekken. Verder hebben we besparingsmogelijkheden en effectiviteitsmaatregelen uitgezet in deze organisatie, met als doel deze te gebruiken in de komende begrotingsbehandeling. Met andere woorden, de denkrichtingen en leidingen hebben we reeds uitgezet. We vonden het onverstandig ons de oren te laten hangen naar wat de maart, mei of september circulaire ons zal brengen. Want als het tegenvalt, wat via de gemeentefonds uitgekeerd wordt, hebben we in ieder geval wat achter de hand. Kortom, voorzitter. Inwonersparticipatie, leefbaarheid, duurzaamheid, economie en sociaal worden belangrijke pijlers in een veranderende bestuurstijl. Natuurlijk kun je in zo'n coalitieakkoord een en ander scherper formuleren, maar met scherper formuleren sluit je ook sneller iets uit, waardoor er minder ruimte is. Het is een akkoord geworden die past bij de schaal en grootte van deze gemeente. Bij een veranderende bestuurstijl is een andere wijze van communiceren hoog nodig. En dat in een financieel gezondere gemeente. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Smelt. Smelt, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Geachte voorzitter, leden van de raad, mensen van de publieke tribune, allemaal thuis. Vandaag bieden wij u, uw raad, het coalitieakkoord aan, kernachtig en veranderend. Een akkoord dat wij hebben gemaakt en bereikt naar onderhandelingen met gemeente Belangen Twenterand. De allergrootste partij van Twenterand werd na de verkiezingen met maar liefst 12 zetels ook tevens de meerderheidspartij in deze raad. Vrij snel werd na de verkiezingen duidelijk dat GBT het bestuur van Twenterand niet alleen wilde doen en ze stelden een informateur aan in de persoon van burgemeester Bouwmans van de gemeente Doetinchem. Per brief heeft de heer Bouwmans nadien verslag gedaan van zijn bevindingen en heeft het GBT geadviseerd om met ons, de ChristenUnie, een coalitie te vormen. Over de vraag of de ChristenUnie dat ook wel zou willen, hebben wij eerst intern een zorgvuldig traject gelopen. Bij de uitkomst van deze gesprekken en afweging is uiteindelijk de conclusie geweest, ja, wij gaan de gesprekken met het GBT van harte aan. We hebben vanaf het eerste gesprek de insteek gehad om te willen verbinden en te zoeken naar gemeenschappelijke waarden en naar verschillende onderwerpen die voor de gemeenschap en voor ons uniform zijn. Mijn mede-onderhandelaars en ik hebben het traject wat we samen hebben gelopen als zeer constructief, opbouwend, maar ook wel bijzonder gekwalificeerd. Het vertrouwen in elkaar groeide en de gesprekspartners van GBT verdienen wat ons betreft een zeer groot compliment, omdat wij nimmer de indruk of het gevoel kregen van hen dat wij te maken hadden met de enakiet van de raad. Overigens, over die enakiet gesproken, u weet dat wij qua signatuur een christelijke partij zijn. En als we kijken naar waar het woord enakiet vandaan komt, dan weet u dat het aangeduid moet worden als de reus die Jozua en Caleb tegenkwamen in het beloofde land. Ook daar hebben wij met de fractie over gesproken. Met welke ogen kijk je naar de realiteit? Kijk je met de ogen van de twee die het wel zagen zitten? Of kijk je met de ogen van degene die het totaal niet zagen zitten en zeiden dat het niet verstandig was om het land binnen te treden? U mag van ons verwachten dat wij in die context ook kijken hoe we afwegingen moeten maken en duiden. Dat hebben wij gedaan. En daarom was het prettig te ervaren dat onze gesprekspartners ook op die wijze een aansluiting vonden bij hetgeen wij met hen deelden. Dat ook dat was opbouwend. Kortom, na vele gesprekken met elkaar, maar ook met input van de ambtelijke organisatie, waarvoor dank, maar ook burgers die wij gevraagd hebben om input te geven op onderwerpen, ligt er nu een hoofdlijnakkoord voor u klaar, die wij heel bewust, en dat was ook onze wens, met u op dit moment in debat willen bespreken. Omdat ons ook duidelijk werd tijdens de presentatie van de heer Bouwmans dat een raadsprogramma een lastig, zo niet onmogelijk onderdeel van de onderhandelingen zou gaan worden. Dat hebben wij met het GBT samen besproken en ook besloten om vanavond op deze wijze met u dit akkoord te bespreken en daar waar u wenst, moties in te dienen op dit akkoord die we dan zullen wegen en ook met u zullen bespreken. Dat is veranderend ten opzichte van eerdere periodes waar de coalitie gepresenteerde aan de raad. Het is onze wens om vandaag te ontdekken waar wij elkaar kunnen vinden, zodat een zo breed mogelijk draagvlak kan ontstaan binnen de raad. Onze wens als ChristenUnie is dan ook om vanuit die verbinding ons werk te doen, ook in de coalitie, maar ook met de oppositie, in het belang van de burgers van Twenterand. Daarvoor zijn wij immers uw raad. Waarom is dan de ChristenUnie toch bereid geweest om toe te treden tot de coalitie? Laat ik maar beginnen met het zwembad, want daar wacht u immers op. Het feit dat wij met het GBT aan een constructieve oplossing konden werken, maakt het voor ons mogelijk dat wij konden doorkijken naar de toekomst. Ook daarbij was ambtelijke input en ondersteuning zeer valide en belangrijk om te komen tot hetgeen wij nu in het coalitieakkoord hebben opgeschreven. Wij zijn het eens geworden over het inhoud en hebben u dat met een deelakkoord reeds gecommuniceerd. En we zijn dankbaar dat we kunnen stellen dat deze oplossing in ieder geval toekomstbestendig zal zijn. Ook belangrijk voor ons om te kwalificeren
wat de functie zou moeten worden van het zwembad, overdekt zwembad De Stamper en van de Zandstiftung. Voor ons ligt al jaren de nadruk op zorg en bewegen en doelgroep. Het openluchtbad De Zandstiftung, daar hebben wij de kwalificatie recreatief en vermaak aan gegeven. We zijn dus eens geworden om ook voor de Groene Jager nog een bijdrage te leveren die duurzaam kan worden ingezet, zodat de complete constellatie van zwemwater in Twenterand op deze manier gewogen is en, naar wij verwachten, op korte termijn voortgezet kan worden waar het afgelopen college gestopt is. De koopzondag. We zijn eens geworden over het feit dat er geen voorstellen vanuit de coalitie college komen om een pilot op te starten vanuit het gemeentehuis dan vanuit het college. We hebben op het onderwerp het stempel geplakt vrije kwestie, zodat voor u, raadsleden, er een persoonlijke verantwoordelijkheid komt te liggen op het moment dat daar hoofdelijk stemming over gevraagd zal worden, wat u vindt van een mogelijk voorstel of vanuit de samenleving, misschien wel vanuit uw raad, naar ons toe komt. We hebben dit akkoord ook afgesproken dat we de ontwikkelingen koppelen aan duurzame omstandigheden en we willen graag dat de duurzaamste gemeente van Nederland gaan behoren. En dat wij zonne-energie maximaliseren en dit doen door burgers maximaal te laten profiteren en inderdaad de revenuen van te laten plukken, ook via het gemeentefonds, hebben we reeds met u besproken in de vorige raadsvergadering. We hebben ook oog om de kloof die er mogelijk ontstaat tussen burgers die investeringen makkelijk kunnen doen en zij die daar moeite mee hebben om duurzaamheidsdoelstellingen te halen, om daar voorstellen voor naar uw raad te doen, om daar uw oordeel over te geven, hoe we dergelijke initiatieven kunnen ondersteunen. We hebben het aangedurfd om een stevige ambitie aan te gaan aangaande het saneren van asbestdaken in Twenterand. En wij vinden dat we dat als raad gemeenschappelijk zouden moeten willen doen. Tevens zullen wij inzetten op het verduurzamen van sportaccommodaties en gaan we inzetten op het verduurzamen van de spoorlijn naar Marienberg. Elektrificatie, maar nog innovatiever, wat ook mogelijk is, waterstof. Onze ambitie is om ook het afvalbeleid te herijken, met als doel te zoeken naar nog meer financiële prikkels om het inzamelen, wat overigens al supergoed gaat in Twenterand, nog beter te willen maken voor onze burgers. Ook belangrijk, de eco-wethouder blijft. Wij vinden als coalitie, maar zeker ook als ChristenUnie, een verbinding tussen economie, arbeidsparticipatie en duurzaamheid een belangrijke keten. We vinden dit ontzettend waardevol en wilden daar graag mee doorgaan. En ook in deze coalitie verder gaan waar we in de vorige coalitie aan begonnen zijn. Een belangrijke opdracht ligt er wat ons betreft in het nog verder verscherpen van de TES, mogelijkwijs in een beknoptere editie zoals in het hoofdlijnenakkoord beschreven. De versterking van ons economisch klimaat middels promotie en marketing gekoppeld aan toerisme en recreatie heeft onze absolute instemming om daarmee aan de slag te gaan. We willen het mogelijk maken om een landbouwvoertuigencirculatieplan uit te rollen voor heel Twenterland. We gaan naast kernwethouders werken met kernbudget. Eén van onze wensen. En daarvoor komt een nieuw plan naar de Raad toe, hoe we dat zouden kunnen initiëren en uitrollen in onze samenleving. Het doel is om initiatieven van onderaf sneller mogelijk te maken. We willen dat de Twenterandse samenleving kleine initiatieven die ze met het college bespreekt, sneller beloond kunnen worden. In het sociale domein vallen een aantal afspraken bijzonder op. Dat willen wij ook werkelijk uitvoeren. Naast de noodzaak om vanuit het kind de jeugd te redeneren waarop onze instrumenten in te zetten zijn, is het van belang te definiëren welke vormen van jeugdwerk we hebben. We willen in deze coalitieperiode mogelijk maken dat er meer duidelijkheid zal zijn bij de instellingen die voor ons dat werk doen. Maar zeker ook voor de toegang daarnaartoe en het helder omschrijven, zodat het beleid daarop kan volgen. We zien in hoofdlijn drie lijnen. A, het vermaak. B, outreach in het werk. En C, de zware jeugdzorg, jeugdwerktaak. En daarvoor... Meneer Veldmeijer, ik wil een vraag aan u stellen. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Nee, u noemde Twenterand wil de meest duurzame gemeente worden.
U had het ook over asbest. En heeft u er wel bij nagedacht dat inderdaad een hele hoop mensen al die duurzaamheidsdoelen die u voor ogen heeft, maar ook het verwijderen van asbestdaken, niet kunnen betalen? En dan zegt u, we komen met voorstellen naar de Raad hoe we eigenlijk voor die groep die het niet kan betalen, het draaglijk maken of het toch kunnen regelen. Maar dat betekent eigenlijk impliciet dat die mensen niks anders moeten doen dan leningen afsluiten. Een lening voor het asbest en een lening voor het duurzaamheidsverhaal. Klopt dat? Meneer Smelt, aan u het woord. Of dat klopt, dat weet ik nog niet. Want ik zei u, we presenteren nu een hoofdlijnakkoord waarin u mag verwachten dat wij kaders aangeven waarop we van het college verwachten om voorstellen aan uw raad te doen. We hebben hier een kader geschapen waarbinnen wij het college afzetten om met een voorstel waarover u nog alle tijd en gelegenheid krijgt om daar uw inbreng op te hebben, om dat naar uw raad te brengen. Het is de bedoeling van vanavond om die details ook te bespreken, want daar hadden we u al een dikke boekwerk aangereikt waarin we het dichtgeschreven hadden en hadden we met u het debat niet aangegaan. Dus ik denk dat het gepast is om dit onderwerp te wachten tot het nieuwe college met voorstellen naar ons toe komt en het dan op zijn inhoud verder te beoordelen. Het kader wat wij hier scheppen is ambitieus en ik vind ook dat het college vanuit die ambitie dient te werken. En dan past het mij als fractievoorzitter van de ChristenUnie dat dan te beoordelen op zijn inhoud en dat dan te waarderen. Ja, ik denk dat u straks in uw eerste termijn kunt u ook ingaan op een heleboel zaken. Ik wil nou de heer Smelt vragen om zijn betoog te vervolgen. Ja, voorzitter, ik was gebleven bij de drie lijnen die ik u schetste van vermaak, outreach in het werk en de zware jeugdzorg, jeugdwerktaak. Het is onze wens en onze bedoeling om daarvoor veilige havens te creëren, waardoor er voor de jeugd en de jongeren in Twenterand een belangrijke lijn zichtbaar is en wij in een vroegtijdig stadium hun ook kunnen helpen naar de juiste zorg op het juiste moment in de juiste tijd. De complexiteit blijkt ook wel uit een onlangs gehouden informatieronde waar wethouder Binnenmars in opdracht van deze raad nog meer aan de slag is geweest en waarvan hij reeds gerapporteerd heeft. En daarin zie je al hoe moeilijk sommige dingen, als het om dit specifieke terrein gaat, zijn. En daarom is het ook belangrijk dat de nieuwe wethouder daar straks zijn tanden ook vol inzet. En het is een belangrijk onderwerp voor het welzijn en welbevinden van jeugd in onze gemeente Twenterand. Kinderen die te maken krijgen met scheiding van hun ouders zijn vaak het slachtoffer en rondom de begeleiding en de situatie daaromtrent hebben wij al in de vorige raad een aantal keren van instellingen en professionals gehoord hoe belangrijk het is dat Twenterand daar een scheidingsloket voor zou inrichten. Met dit coalitie-hoofdlijnakkoord willen wij dat mogelijk maken. Over de financiën valt in Twenterand klaarblijkelijk altijd wel wat te zeggen. En ook daarom heeft deze coalitie in dit coalitieakkoord kaders geschapen waarbinnen de volgende begrotingen zouden moeten vallen. We hebben helder dat wij de komende tijd echt grote uitdagingen nog op te lossen hebben. Wij zien dat er ook kansen liggen in de voorbereiding van dit akkoord en hebben deze reeds, zo heeft u net gehoord van de heer Elsinga, gedeeld binnen de organisatie. De komende begroting zou zonder meer uitdaging hebben om deze sluiten te krijgen. Waarbij deze coalitie in de laatste plaats, dat heeft de heer Elsinga net aangeduid, niet uitsluit dat een OZB-verhoging gekoppeld aan het sociaal domein tot een van de voorstellen in de begroting zal landen. Bovendien zijn de uitkomsten van het gemeentefonds nog niet geheel bekend. En bovendien speelt er nog een discussie binnen het VWNG over de verdeling van de gelden bij nadeelgemeenten. Ook wij zijn voorstander van de afschaffing van de onderbelasting in relatie tot het dekkingsmiddel waarvoor het altijd in de begroting is opgeschreven. En daarom vinden wij het ook akkoord dat wij in de nieuwe coalitie werk maken van nieuwe voorstellen in relatie tot de hondenbelasting. Ander punt, de verpaupering in onze samenleving is een belangrijk punt geweest, zeker ook in verkiezingstijd. Ook met het GBT zijn wij van oordeel dat wij hierin moeten sturen, voor zover dat van ons mogelijk is. En we schuwen het dan niet om daar waar nodig een harde lijn te pakken. En dat moet ook kunnen. Afhankelijkheid van mensen die eigenaar zijn van panden, waar de gemeente geen eigenaar van is, daar hebben wij een ander instrument. En dat instrument
Het gaat via diverse bestuurslijnen. Ten slotte, voorzitter, om al deze ambities tot uitvoer te brengen, die ik niet allemaal één voor één ben nagegaan, maar wel belangrijk vind om de hoofdlijnen, die voor ons in ieder geval belangrijk zijn, te noemen. Voorzitter, hebben wij het ook aangedurfd om samen met de coalitie te gaan voor 4 FTE-wethouders. Zoals door mijn collega Elsinga in zijn bijdrage reeds verwoord, ligt er in ons inzien een akkoord dat past bij de schaal en de grootte van Twenterand. En zal deze coalitie de zaken waarover een akkoord bereikt is, zoveel als mogelijk tot uitvoer willen brengen in de komende jaren. Voorzitter, we zijn benieuwd, mijn fractie is benieuwd, hoe uw raad aankijkt tegen dit coalitieakkoord. We staan open voor suggesties en willen graag met u het gesprek aan. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Kelder, fractievoorzitter van het CDA. Aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Collega's. We hebben het coalitieakkoord ontvangen en een goede notie van genomen. Voor nu lezen we dat de coalitie ambitieuze plannen heeft en veel zaken wil realiseren. We zijn echter wel benieuwd naar de definitieve versie met daarin concrete voorstellen. Want nu wordt er wel nog veel voor staan met het voorbereiden van. De uitdaging is, we streven ernaar en zo kunnen we nog even doorgaan. Een akkoord op hoofdlijnen, dus waar nog een goede invulling aan moet worden gegeven. We gaan er met elkaar voor een goede, leefbare gemeente voor iedereen. Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze gemeente en dat iedereen met zijn of haar eigen talent en inbreng moet kunnen hebben. Aangezien het akkoord dus nog weinig concrete voorstellen bevat, wachten we graag af tot een en ander meer is ingevuld en zullen we doen in onze gemeente en zullen we dat doen daar waar mogelijk en de wens waar wij ons in kunnen vinden, graag onze bijdrage eraan willen leveren. Daar waar het CDA een andere mening of visie heeft, zullen we dat te zijn de tijd vanzelf zeker kenbaar maken. Wat ons in het bijzonder is opgevallen, is het, en meneer Smelt die noemde er al na, is het dat er nu voor 4 FTE's wordt gekozen als wethouders. Voor een nadeelgemeente zoals wij, als het ons is, is dit opmerkelijk en verbaast ons mede omdat daarvoor gekozen is om met 4 wethouders in het verleden voor 3,2 FTE's te gaan. Nu weten we dat er nog veel om ons afkomt en dat we met name binnen het sociale domein grote financiële tekorten hebben. Wij vinden dat het wel bijzonder daarom is dat het toch voor 4 FTE's wordt gekozen. Kortom, een ambitieus coalitieakkoord waarvoor we met name naar de financiële onderbouwing benieuwd zijn. Een kreet die in het stuk staat, kunnen we voor 200% onderschrijven. Ons gezamenlijk doel moet zijn Twenterand nog beter te maken. Daar willen wij als CDA-fractie ons voor blijven inzetten en zullen daar waar mogelijk een bijdrage aan leveren. En een korte opmerking achteraf, de heer Elsinga noemde het en de heer Smelt noemde het ook, dat de uitdaging was om met voorstellen te komen. Wij hebben dat verzoek niet gehad en ook de informatie niet. Dus vandaar dat wij dus daarop niet gedaan hebben. De overcommunicatie is groot. Dank u wel. Dan geef ik de tijd naar de heer Jonker. Aan u het woord. Oh, wacht even. U heeft een pasje als het goed is. Nu de microfoon nog aan. Oké. Het is allemaal nog een beetje wennen, voorzitter. Geen punt. Het is een bijzondere dag voor mij vandaag, zojuist beëdigd. En dan wil ik ook in de eerste plaats ook dank zeggen aan al degenen die eraan mee hebben geholpen om dat in goede banen te leiden, om ook vandaag de SGP-zetel weer gevuld te krijgen om met elkaar dit coalitieakkoord te kunnen bespreken met elkaar. Dat voelt erg goed, mijn dank daarvoor. Ik wil ook allereerst de gemeente Belangen Twenterand en de ChristenUnie feliciteren met hun samenwerking en met hun gesloten akkoord, wat de naam draagt kernachtig en veranderend Twenterand. Voorzitter, ook voor hun een bijzonder moment om dit hier met elkaar te bespreken. Als we het hebben over dit akkoord, dan denk ik even terug aan het persmoment wat de heer Paters ook aangaf, de titel kernachtig en veranderend Twenterand. Kernachtig, verwijzend ook naar de slogans van GBT, elke kern telt, en naar de slogan van de ChristenUnie, vanuit de kern. En als je dat dan bekijkt, kernachtig, dan heeft het voor de SGP en voor mij ook persoonlijk vanuit de kern ook een dubbele dimensie als wij ook de verwijzing maken naar de Bijbel.
Ik heb zojuist de eer mogen afleggen. Dan voel je toch ook de afhankelijkheid van de Heere God om ook daar van afhankelijk te zijn, om hier politiek bezig te zijn, hier in de raad voor elke burger. En ik heb ook veel voorgangers gehad, en ik ben daar geen kopie van, die ook veel ervaring hebben. Maar ik gebruik wel hetzelfde aanbeeld, namelijk ook de grondslag en de identiteit, om van daaruit ook de Bijbelse lijn, en ook als we het hebben over de 10 geboden die daarin genoemd zijn, ook wel genoemd in ons verkiezingsprogramma als ja, het christelijke verkiezingsprogramma in een notendop. En ik hoop ook dat wij, en ik ben ook dankbaar dat dit geluid nog mag blijven horen in de raad, en ook in het besef dat ook veel inwoners in Twenterand ook dezelfde waarden en normen zijn toegedaan vanuit de christelijke traditie. En ik hoop ook een goede ingang in de raad, in onze raad te hebben, en ook een goede samenwerking met alle collega's, met respect voor en ieder zijn identiteit en mening. Als we het akkoord gelezen hebben, dan kunnen we daar heel veel in lezen. Hoofdlijnen wordt genoemd kernachtig. De kern, de hoofdlijn, de denkrichting is gegeven. En de SGP baart wel zorgen als we het hebben over veranderend Twenterand. Kijk, als je het akkoord zo leest, dan is het ook een hoofdlijn. Maar wat verandert er nu eigenlijk? Er is ook heel veel ingezet in de vorige periode waar ook op voortgezet wordt. En dat doet ons ook goed. Ik loop straks ook een aantal zaken na. Maar we missen toch wel ook de grondslag. Er zijn wel afgeleiden vanuit de Bijbel die genoemd wordt. En ook de heer Smelt gaf dat net ook al aan. En hij heeft ook gezegd over de positie van de koopzondag en de pilot. Dat doet me goed om te horen. Ik heb het verder niet dat teruggelezen in het akkoord. Maar ik hoop niet dat betekent dat dat straks gaat veranderen in Twenterand. En ieder heeft zijn of haar verantwoordelijkheid daar ook in. Maar ik hoop dat onze gemeente bespaard blijft. Verder een aantal zaken die wij hebben gelezen over de 4 kernwethouders. Ik wil nog nadere aanduiding wat die 4 kernwethouders, wat daarmee bedoeld wordt. Het kan toch niet zo zijn dat 1 wethouder expliciet verantwoordelijk is voor 1 kern of 2 kernen. Er is toch een collegiaal bestuur waarbij elke wethouder er is voor elke kern. Graag uw reactie. En dan kom ik bij het punt van het sociaal domein. Terecht een hele grote uitdaging. Er zijn ook zeker kansen als men ziet, als men het heeft over de juistheid en doelmatigheid van de declaraties. Hoe gaat de nieuwe coalitie daarmee om? Er is ook een spanningsveld van zelfredzaamheid en ook de wens die er in gegeven staat van het geven van de zorg die ieder nodig heeft. Hoe ziet de coalitie de mogelijkheden ten aanzien van de doelmatigheid en de juistheid van de declaraties om daarop te besparen, zonder dat de kwaliteit van de zorg wordt aangetast? Ik zie ook in dat hoofdstuk van het sociaal domein dat tussen de regels door, maar misschien wordt het straks opgehelderd, dat er ook nog wel wat gelden naar de sport gaan. En nu ben ik geen fervent sportliefhebber, maar ik ben ook niet anti-sport. Absoluut niet. En dat is mijn partij ook niet. Maar het is wel een gemis om hier niet te lezen dat ook kerken en andere verenigingen die ook goed werk doen in het sociaal domein, die worden hier niet genoemd. Beperkte coalitie, de zoektocht om de gelden alleen richting de sport ook door te sluizen vanuit WMO-gelden, ik noem maar wat. Ik lees ook het uitgangspunt, en ik citeer nu het uitgangspunt dat alle basisvoorzieningen binnen de gemeente alleen dan kunnen worden veiliggesteld, heldere financiële doelstelling formuleert en die vervolgens ook realiseert. Einde citaat. De SGP vindt dat een heel goed uitgangspunt. Is dat ook de BCF-methode, vraag ik de coalitie. De budgetcontractfinanciering. En hebben we dan ook het lef als er dan iets niet, dat de doelstellingen niet worden behaald, gaat er dan ook een streep door, stoppen we dan met het geld verlenen? Hoe gaan we daarmee om?
De SGP mist ook de vrije keus die de burger heeft ten aanzien van de keuzevrijheid ten aanzien van de zorg- en begeleidingsdiensten. Blijft de coalitie de burger de vrije keus ten aanzien van deze ondersteuning bieden in het sociaal domein? Ook graag daar een reactie op. En dan zien we ook een nieuw loket verschijnen, een gemeentelijk scheidingsloket. Helaas zijn er in onze tijd veel gebroken relaties, huwelijken. Hoe goed dat de coalitie daarvoor aandacht heeft. Ik lees in een paar zinnen daarna ook dat het goed is om kosten achteraf te besparen om aan de voorzijde juist te investeren. Is de coalitie ook bereid om dat op dit punt te doen, om ook juist te proclameren als het gaat om die gebroken relaties, als het gaat om liefde en trouw? Het onderwijs komt er karig af in dit akkoord. Ik lees er althans weinig over. Wel gaat het over een aanvalsplan laaggeletterdheid. De bibliotheken worden genoemd, dat is goed. Maar ik zou toch ook voor willen pleiten namens de SGP om de bestaande schoolstructuur niet te vergeten. Is men daartoe bereid om ook de scholen hierbij te betrekken? En dan kom ik bij het hoofdstukje ruimte. We zijn blij te lezen dat de eeuwigdurende grafrust blijft en dat graven niet geruimd worden. Ook een besluit dat onlangs nog door de Oude Raad is aangenomen. En dat zal ook verder invulling krijgen. Dat doet ons goed. SGP pleit wel, ook omdat er een financiële opgave is, om toch te houden bij betaalbare tarieven voor begraven. Privatisering van onderhoud van begraafplaatsen, prima. Maar het begraven aan zich is toch wel een gemeentetaak. Ook goed te lezen, verkeersknelpunten worden aangepakt, prima. De vraag van de SGP daarbij is, er is onlangs een verkeersvisie, ook in de Oude Raad aangenomen. Is dit hiermee een voortzetting of wat verandert daarmee? Worden er ook nog weer nieuwe lijnen aangenomen? En dan denk ik ook aan het landbouwcirculatieplan om het zware landbouwverkeer te weren uit de kernen. Dat is ook destijds besproken met de vaste partners zoals LTO en de andere stakeholders van die sector. Gaat dat één op één door of wat verandert daaraan? De lobby A36, prima. Maar acht zij dat ook realistisch als het gaat om de groene A36? Hoe groen wilt u het hebben? Hoeveel landbouwgronden wilt u opgeven? Zijn die dan niet groen genoeg? Graag uw reactie. Duurzaamheid, goed. De kopgroep van de duurzaamste gemeente van Nederland. Waar kunnen we straks het college op afrekenen? Nou, het college kan ik nu nog niet aanspreken, maar de coalitie natuurlijk wel. Het is een hele grote ambitie, maar als die grote ambitie daar is, dan mis ik toch een aantal kerngetallen. Als het gaat om van ja, hoeveel duurzaamheid, opwekking, krijgen we straks ook windmolens in onze gemeente? Is dat een nul optie? En waar komen ze te staan? En hoe gaat u dat ten uitvoer brengen? Ook lees ik over een duurzaamheidsfonds. Het gaat misschien nog te vroeg, maar we krijgen straks misschien ook nog de nieuwe begroting. Maar we zijn wel vast benieuwd van hoe gaan we daarmee om? Hè? De duurzaamheidsfonds, hoe gaan we dat inrichten? Zijn dat middelen vanuit de gemeente of gaan we daarvoor andere middelen aanboren? Sportaccommodaties gaat u helpen met verduurzaming. Dat is goed. Waarom alleen sportaccommodaties? Ik mis hier toch ook scholen of kerken en andere verenigingsgebouwen in onze gemeente. Ik neem aan dat we die niet uitsluiten. Ik denk het niet, maar het wordt niet benoemd. Ook wil de coalitie totale afvalbeleid herijken. Wat wilt u concreet veranderen? Twenterand behoort tot de top van Nederland wat betreft afvalinzameling. En dan is het betere misschien wel op de vijand van het goede. Als er toch grote uitdagingen op ons afkomen, welke financiële prikkel wordt er door de nieuwe coalitie gezien? Graag uw reactie daarop. En dan verderop staat er in hetzelfde hoofdstuk, zwart op wit, geen nieuwe intensieve veehouderij. Welke norm hanteert u voor de intensieve veehouderij? En dan is daarbij nog de opmerking, direct daar wordt er al gezegd van, wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn. Net alsof
die ondernemers daar niet welkom zijn. Ik vind dat de SGP-fractie toch wel moeten zeggen van ondersteun die ondernemers, het zijn topondernemers die behoren tot de beste van de wereld. En ze lopen vaak ook voorop als het gaat om duurzaamheid. Voorzitter, dan kom ik bij het kopje economie en vrije tijd. Wat betreft het zwembad. Blij dat er duidelijkheid is gekomen. Wat dat betreft ook steun voor de locatie De Stamper. Goed dat die middelen dan ook straks aangewend kunnen worden voor een nieuw zwembad. Er is dan wel een aanbesteding geweest waar ook drie of vier marktpartijen de kop hebben, de nek uit hebben gestoken. Hoe gaan wij daarmee om? Die mensen hebben heel veel tijd en energie daarin gestoken. Gaan we die partijen weer opnieuw aanschrijven of kunnen ze op die plannen de prullenbak in? Hoe gaan we daarmee om? Want zo'n offerte dat kost toch al tientallen duizenden euro's. Ik wil graag daar een reactie op. Er komt ook een nieuwe nota voor evenementen. Goed dat dit onder de aandacht wordt gebracht om daarnaar te kijken. De vraag van de SGP-fractie is het ook mogelijk om daar kaders aan te stellen wat betreft de overlast? Is daar ook aan gedacht? Betreft het geluid? En wat komt er in die nota? Er wordt gesproken over prachtige evenementen. Wat ziet u als prachtig evenement? Weert u ook zedeloze evenementen? Of waar mikt u op? Suipfestijnen, worden die ook gewoon verboden? Wat betreft de communicatie is de coalitie zeer concreet. Namelijk het afschaffen van de columns van de wethouder en het aanbesteden van het gemeentecontact. Een hele uitdaging. Maar als het gaat om de communicatie, dan gaat het om begrijpen we elkaar. Is er wederzijds begrip vanuit dit huis, richting de burger, maar ook onderling. En ik hoop ook op een goede samenwerking inderdaad en ook met de coalitie. Dit was het voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Nog even het woord als de heer Veldmeijer, aan u het woord. U moet wel uw microfoon in. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moet een compliment geven aan de heer Jan Jonker. Ik had de indruk dat zijn betoog dieper ging dan het coalitieakkoord. Maar goed, we hebben het nu over het coalitieakkoord. Wanneer we de makers ervan mogen geloven, was het een makkie, een eitje. En beide partijen zijn tijdens de formatie, en we hoorden dat vanavond ook weer, volledig in elkaar opgegaan. Als een pasverliefd stel dat de liefde bedrijft. Liefde op het eerste gezicht. Ze keken elkaar aan. De paters die smelt en boem. Het voelde als voor altijd. Want op een vraag van een journalist tijdens de presentatie van het akkoord, wat nu typisch ChristenUnie is aan dit akkoord, antwoordde de heer Smelt, alleen de naam al, alles. Hoe mooi, liefde maakt blind, maar we zullen het zien. Voorzitter, de ChristenUnie die de afgelopen jaren kerktorenpolitiek bedrijft, en dit staat synoniem met het enkel luisteren naar de gelovige burger, en GBT die daar via tegenaan heeft geschopt, hebben elkaar gevonden. Het wonder lijkt zich te hebben voltrokken. Of moeten we concluderen, dat kan ook, dat de ChristenUnie gewoon een allemansvriendje is, overal ja en amen opzegt. Wij denken dat de GBT een foute keuze heeft gemaakt en zijn achterban niet heeft begrepen. De GBT-stemmen wilden definitief een einde aan het kerktorenkartel. Want als een partij groeit van 7 naar 12 zetels, dan heeft de kiezer gesproken. Dan wilde de kiezer van de C af in het bestuur, in het college. En wat doet de winnaar? Die handhaaft een deel van het kerktorenkartel. Terwijl de kiezers via hun stem een totaal ander geluid hebben laten horen. Zoals gezegd, voorzitter, liefde maakt blind. Want wanneer, als we de heer Smelt moeten geloven tijdens die presentatie, zich blijkbaar niet kan onderscheiden in dit programma, kunnen ze net zo goed fuseren. En niemand hier zou daar verbaasd over zijn, want het levende voorbeeld van een geslaagde transfusie is de heer Laarman. Voorzitter, GBT wilde er gewoon een partij
wilde er een partij bij hebben om meer recht te doen aan de verkiezingsuitslag. Zo werd het althans gebracht. Heel nobel. Maar wanneer je mensen binnen je partij hebt die over onderwerpen totaal verschillend denken, heb je gewoon een bindende factor nodig. En dat is de ChristenUnie. Wij snappen dit wel. Want GBT is een partij die het al lastig genoeg heeft om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Want zouden ze alleen regeren, dan zitten we binnen de kortste tijd met een hoop nieuwe eenmansfracties opgeschreven. Want zeg nou eerlijk, GBT is gewoon Mark, Marcus, Bart-Jan, Rick, Gert en Roel. En de rest stemt. En wanneer de rest voor zichzelf verder gaat omdat ze nooit wat mogen zeggen of ergens wat van mogen vinden, is de ChristenUnie natuurlijk met zijn buffer van 3 zetels wel lekker. Maar we gaan het zien, voorzitter. Laten we deze coalitie nu beoordelen op het akkoord. Er zitten een aantal PVV-punten in. Zoals de verkeersveiligheid, afschaffen van de hondenbelasting, de kernbudgetten, wij noemen het alleen burgerbegrotingen, aandacht voor eenzaamheid onder ouderen en het op orde brengen van de financiën. Niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Zo hoort de moris ook te zijn. En hoewel de PVV voorzitter voor een gekozen burgemeester is, kijken we uit naar het meebeslissen van de burgers in de profielschets van de nieuwe burgemeester. En de PVV zal erop toezien dat het niet enkel alleen voor de bühne wordt geroepen. Want in de politiek zien we te vaak dat het een wordt geroepen en het ander wordt gedaan. In de politiek wordt vaak net gedaan alsof de inwoners wat te vertellen hebben, maar gaat de politiek toch zijn eigen gang. Wij weten wel wat goed voor u is, is dan de rode draad. Wij zullen hiervoor waken dat dit niet gebeurt. Voorzitter, de coalitie wil de kloof met de inwoners dichten. Dichter bij de burger staan. En dat is mooi. Maar de PVV gaat er ook op toezien dat het gebeurt. Want tot nu toe hebben wij niet het beeld dat beide partijen ook echt tussen de inwoners staan. Te vaak hebben wij gehoord dat raadsleden van deze partijen onzichtbaar zijn. Oké, wel op Facebook. Maar we weten allemaal dat vrienden op Facebook natuurlijk geen echte vrienden zijn. Nee, dan moet je toch echt de wijken in. 4 jaar lang. Wij gaan het volgen. Echt spannend vinden wij het akkoord niet. We zijn niet onder de indruk. Want we missen nog een hoop essentiële zaken. Zoals belastingverlagingen. Zoals een referendumverordening. Zoals een realistisch energiebeleid. De groene secte gaat ook met deze twee partijen gewoon door met het indoctrineren van de bevolking. Een realistisch asbestbeleid en een standpunt. Want nu wordt gezegd asbest is slecht, punt. Totaal geen nuance. Want weten de partijen niet dat diezelfde overheid die nu al die asbest wil verwijderen in de jaren 70, 80 bij met name veehouderijbedrijven asbestdaken gewoon verplicht stelde. En de rekening wordt gewoon bij de burger neergelegd of bij de bedrijven. We missen een beleid dat erop toeziet dat Polen op dezelfde condities werken als de Nederlanders. We missen keiharde steun voor bedrijven als bijvoorbeeld Konijnenberg. We missen een datum waarop bepaalde verpauperde panden gesloopt moeten zijn. We missen meer blauw en boa's op straat. We missen beleid om de islamisering van de bijstand tegen te gaan. En nog een paar opmerkingen, voorzitter. Er komt een speciaal evenementenloket. Betekent dat dat Rick Papen straks 50.000 euro kan bijschrijven als het regent? Graag een antwoord. En graag een antwoord dus. En is de coalitie nu voor of tegen een referendumverordening? Arbeidsparticipatie, prima. Maar we hebben het gevoel dat echte participatie, namelijk een referendum, niet bij deze coalitie past. Graag een antwoord. En hoe gaat de coalitie ervoor zorgen dat ze aanwezig zijn in de kernen? Kan het college wat voorbeelden geven? En wat vindt het college van het huidige maaibeleid? De onkruid groeit de weg op voor de insectjes. Maar 16 hectare wordt wel volgegooid met zonnepanelen, vol cadmium en lood. Wat hadden de insectjes het daar prachtig gehad? Waarom niet meer politie en boa's in plaats van WhatsApp-groepjes? Lekker makkelijk zo. Burger, los het zelf maar op. Voorzitter, we willen het college vragen
hoe zij het middelbaar onderwijs zo wil inrichten dat jongeren in Twente gaan blijven. Dit is een doel van de coalitie. Bedoelt men dan meer technisch onderwijs of meer leerwerkplekken bij ondernemers? Graag een toelichting. We lezen dat de coalitie één organisatie wil op het gebied van ambulante jeugdhulp. Wordt dit toevallig zorgzaam? Men spreekt over een versnipperd landschap in de jeugdzorg wat niet effectief en efficiënt is. Wij weten niet beter dat u hier zelf debat aan bent geweest. Graag een antwoord. Het verbeteren van winkelcentra wordt genoemd. Wat moeten wij ons hierbij voorstellen? En wat wordt bedoeld met het maximaal inzetten tegen verpaupering? Want wat voor de een maximaal is, is voor de andere minimaal. Graag een toelichting. En waarom een omleiding voor zware landbouwvoertuigen? Zijn die ongelukken mee gebeurd? Wat is de achterliggende gedachte? En wij gaan ook de wijken in. En ik sprak gisteren met een burger en die vertelde mij, en zo denken veel mensen erover, en ik wil de boel niet op zijn kop gooien, ik denk ook niet dat het kan, maar die zei, we zouden eigenlijk het hele zwembadverhaal moeten schrappen. Want mensen gaan toch naar Wierden. En dat scheelt wel even 7 miljoen. En dan zijn we meteen een financiële gezonde gemeente. Wat vindt u van deze gedachte? En ik ben nog steeds getriggerd, voorzitter, door het feit dat deze coalitie de duurzaamste gemeente wil worden. En dat betekent dat heel veel mensen, ik zei het al, het niet kunnen betalen, dus aangewezen zijn op een lening. Ook hebben relatief veel mensen nog asbest thuis op hun terrein, maar ook bedrijven. En daar moeten ze ook weer een lening voor afsluiten, als ze het niet kunnen betalen. En dan gaat vervolgens ook nog eens een keer de OZB omhoog. Terwijl in het coalitieakkoord wordt ook nog gesproken over een acceptabel bestaansminimum. Wij snappen dit niet. Wij hebben het gevoel dat de burger eigenlijk 3 keer wordt gepakt voor linkse hobby's. Voorzitter, wij gaan ons, en soms klinkt het wellicht niet zo, maar we gaan ons wel degelijk constructief opstellen de komende jaren. Maar één ding staat voorop, niet lachen, maar één ding staat voorop, wij zijn wel een partij met principes. En onze principes zullen wij nimmer verloochenen. Nimmer. En wij wensen het college straks dan ook heel veel succes. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Kobus. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. We hebben als VVD met veel belangstelling dit akkoord, coalitieakkoord, Ken, Achter en Veranderen Twenteland ontvangen. In eerste instantie lijkt het ons een zeer ambitieus en mooi plan. Er staan heel veel goede kernachtige dingen in. Maar het is ook wel wat globaal allemaal. Hè. Er staan nog geen concrete voorstellen in. Maar we hebben wel gezien dat er veel dingen in staan die ons goed lijken. Bijvoorbeeld de aanpak van de diverse verkeersknelpunten. Alhoewel die ook al in de verkeersvisie allemaal zijn benoemd. Maar dat daar voortvarend werk mee wil worden gegaan, dat lijkt ons heel goed. Een mooi punt is ook de evenementennota. Ik ben zeer benieuwd wat daar uit voortkomt. En of daar ook de diverse verenigingen van allerlei signaturen, zoals sport en cultuur en noem maar op, in betrokken worden om daar een mooie nota van te maken. Daar is zeker behoefte aan. Wat betreft het zwembad zijn we blij dat daar al gewoon een besluit in is genomen. En we hopen dat het zeer voortvarend ook nu wordt opgepakt. Want we hebben begrepen dat het huidige zwembad echt wel aan zijn eind is. Dus dat moet snel weer aan gebeuren. Een ander belangrijk ding wat ook in de VVD-programma stond, is het aanpak van de verpaupering en zeker ook de aanpak van het centrum van Frieseveen. We zijn zeer benieuwd naar de voorstellen die daarin zullen worden gedaan en daar zullen we zeker constructief in mee gaan denken. Aan de andere kant zien we ook nog wel een enorme uitdaging, hè, vooral in het sociaal domein. En wij missen wel in dit plan nu nog de aanpak of toch een wat nadere duiding van hoe gaan we dat dan doen met elkaar. Ik begrijp dat de coalitie graag samenwerking vanuit de hele raad wil om tot een mooi plan te komen. Daar zullen wij zeker constructief aan gaan meewerken. Maar we hebben nog wel wat zorgen over hoe dit hele plan nu financieel onderbouwd moet gaan worden. Het is een heel mooi verhaal. Daar kun je de handen wel voor op elkaar krijgen. Maar financieel zien we daar nog wel echt wel wat problemen in.
En er wordt ook wel heel veel geroepen van OZB-verhoging. Ik geloof dat er tegenwoordig niemand meer daartegen is. Nou, ik denk dat we toch nog eens goed moeten kijken van hoe we dat dan allemaal gaan doen. Dus kortom, om kort te gaan, zijn wij blij met dit plan. Wij omarmen dat. Wij zullen daar zeer constructief in mee gaan denken. Maar het is wel erg veel hoofdlijnen en de detailuitwerking zien wij dan ook graag tegemoet. Tevens zijn we ook erg benieuwd naar de nieuwe bestuurstijl die wordt aangekondigd. Ik denk dat de samenwerking daardoor veel beter zou kunnen worden. En ik hoop dat dat goed uitpakt. En dat wil ik eigenlijk wel belaten. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De kiezer heeft gesproken en het GBT is de grote winnaar geworden van de verkiezingen. Ruim 40% van de stemmers die hebben gekozen hebben het GBT en hebben eigenlijk hiermee de oude coalitie, en dat is al eerder gezegd vanavond, een duidelijk signaal gegeven dat het niet goed was. En op basis van de uitslag heeft het GBT 12 van de 23 zetels. Een absolute meerderheid. En dat schept verplichtingen. Want was het niet het GBT dat de afgelopen 4 jaar vaak geroepen heeft dat het niet goed was. En dat ze veel kritiek hadden op het CDA, de SGP en de ChristenUnie. Er werd zelfs gesproken, en dat stond ook nog in het verkiezingsprogramma, het moet afgelopen zijn met vriendjespolitiek. En dit schept dus, wat ik net al zei, verplichtingen nu weer zelf aan het roer staat. Tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat het goed is om te zien dat het GBT op basis van het advies van de formateur heeft gezocht naar verbreding van de coalitie. En dat het dan ook niet onlogisch is, in de ogen van de Partij van de Arbeid GroenLinks, dat die gevonden is in de ChristenUnie. Want daarmee is wel een breed draagvlak gekeerd als je kijkt naar de uitslag van de verkiezingen met een mandaat van 60%. De Partij van de Arbeid GroenLinks is wel benieuwd hoe de ChristenUnie hier nu verder mee omgaat. Want in het verleden zijn er nog wel eens botsingen geweest in deze raad. Ik kan me herinneren dat ik net was geïnstalleerd als raadslid. Ik zat geloof ik op de plek waar de heer Paters nu zit. En dat we een flinke botsing met elkaar hadden. En de heer Smelt groene matten, zure matten uitdeelde. Vanwege de zure verhoudingen van de oppositie. En nu samen met het GBT. Ik vraag me in die zin ook af hoe ChristenUnie daar nu op terugkijkt. En of de ChristenUnie nu bij de volgende begrotingsvergadering nieuwe snoepjes uit gaat delen. Misschien wel hartjes met hele leuke opschriften. Ik ben daar benieuwd naar. En ik zie dat tegemoet. Maar ook een serieuze vraag erbij. Als je kijkt hoe in het verkiezingsprogramma van het GBT, maar opnieuw in het coalitieakkoord, gesproken wordt over de bestuurstijl, ben ik wel benieuwd hoe de ChristenUnie de bestuurstijl in de vorige periode typeert, waarin ze zelf onderdeel maakte van de coalitie. Neemt ze daar nu flink afstand van? Of hoe kijkt ze daarop terug? Daar ben ik wel benieuwd van. Maar laten we naar de inhoud gaan. We hebben gezien dat er flink ingezet wordt op sociaal domein. We zien dat er ingezet wordt op duurzaamheid en op meedoen. Punten die voor de Partij van de Arbeid ook erg belangrijk zijn en die het verkiezingsprogramma naar voren zijn gekomen. Ik ben aanwezig geweest bij de perspresentatie van het coalitieakkoord. En ik heb ook met heel veel interesse het debat gevolgd bij Delta FM, waarin de heer Smelt en de heer Elsinga werden geïnterviewd over het coalitieakkoord. En waarin duidelijk werd gezegd van we nodigen de andere partijen uit om met voorstellen te komen die aanvullingen kunnen geven, versterking kunnen geven op dit akkoord. Nou, die handschoen die pak ik op en ik zal dadelijk ook aangeven met welke voorstellen wij willen komen als het akkoord volgens ons beter kan maken. Maar voordat ik het doe, wil ik zeggen dat ik ook blij ben dat de heer Elsinga in het interview aangaf, wij gaan dit akkoord voorleggen aan het taalpunt. Want heel eerlijk gezegd, het is hartstikke moeilijk om dit akkoord te lezen en te snappen. We hebben allemaal ons best gedaan om de verkiezingsprogramma's te schrijven in duidelijke en heldere taal. Maar dit akkoord is niet om door te komen voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Ik zie de heer Paters knikken, maar ik zie hem even fronsen, maar dat vind ik echt. Ten aanzien van de bestuurstijl, daar begin ik mee. En daar zullen wij ook een voorstel voor doen en inwonersparticipatie. Wij vinden dat daar goede voorstellen worden gedaan. We denken ook dat het goed is om die relatie te versterken. De coalitie wil daarin vernieuwend zijn, creatief, consistent en rolvast, zeggen ze. Maar zijn die voorstellen nou eigenlijk wel zo nieuw? Is het aanstellen van kernwethouders, het instellen van een digitaal loket voor burgerinitiatieven en het mogelijk maken van e-inspraak echt nieuw? Misschien wel voor Twenterand.
Maar wij denken, moeten we niet verder gaan? Moeten we niet veel meer gaan kijken of we daadwerkelijk ook naast informeren en meepraten, moeten we ook niet gaan denken aan mogelijkheden voor meebeslissen. Wij zullen daar straks een motie voor indienen, waarbij wij in het coalitieakkoord graag opgenomen zouden willen zien dat er ook gekeken wordt naar mogelijkheden om inderdaad burgers ook mee te laten beslissen. Daarbij denken we ook, het gaat niet alleen maar om stemmers, maar laten we ook kijken naar jongeren. We hebben een jongerenraad en wij stellen daarbij ook tegelijkertijd voor, en daar zijn al goede voorbeelden van, en die zal ik ook bij de motie toevoegen, dat is kinderen geven gemeente raad met het instellen van een kinderraad, waarmee je al heel jong, op jonge leeftijd, met politiek in aanraking kunt komen en daar ook kunt leren wat dat betekent. Dat zijn de twee voorstellen die wij willen doen als het gaat om bestuursstijl en inwonersparticipatie. Sociaal domein. Het zal u niet vreemd voorkomen dat wij daar ook voorstellen voor gaan doen, omdat dat een domein is wat ons zeer naar aan het hart gaat. We hebben daarbij nog wel een aantal vragen. Als allereerst, in het coalitieakkoord wordt gesproken over betaalbare zorg. Naar draagkracht moet worden bijgedragen. Wat betekent dat? Dat er straks een eigen bijdrage gaat komen op voorzieningen in de gemeente Twenterand. Daarnaast, daar is ook al door andere sprekers over gesproken, wordt er een keuze gemaakt om nieuwe loketten in te stellen. Het loket met betrekking tot echtscheidingen. En ook een loket over ouderen wordt over gesproken. Wat ons betreft zal zeker daar waar het gaat met betrekking tot scheidingen misschien ook wel net zo hard ingezet moeten worden op het voorkomen van scheidingen en ingezet moeten worden op preventie. En daarbij denken we ook dat het goed is om dat niet in aparte loketten te doen, maar te kijken of je dat inderdaad bij de huidige kernteams die er zijn in de verschillende kernen van Twenterand, om dat daar neer te leggen, omdat je dan ook naar een integrale aanpak kunt kijken. Waar wij mee als voorstel willen komen, wij stellen voor om dat akkoord op te nemen. In de coalitieakkoord missen we eigenlijk de rol van de Sociaal Adviesraad. We zouden graag zien dat die in het coalitieakkoord worden opgenomen en daarbij ook naar hen wordt geluisterd en betrokken worden in het verder ontwikkelen van alle voorstellen die gaan komen de komende tijd. Wij missen daarnaast de inzet op ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in het sociale domein. Zij vervullen een belangrijke rol en moeten voldoende ondersteund worden en bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van respijtzorg. We missen ook in dit akkoord, in het kader van participatie, een aantal specifieke groepen, zoals ouderen en vluchtelingen. En tenslotte denk ik dat er ook nog een belangrijke partij is die daar een rol in kan spelen, die ook niet in het akkoord wordt genoemd, en dat is Soreco. Wij denken dat het goed is om die als partner te noemen, om een rol te laten spelen in het versterken van de arbeidsparticipatie. Zoals gezegd is dat straks een motie die ik ook zou willen indienen. Dan ruimte. Het is heel goed om te lezen dat er aandacht moet zijn voor de toegankelijkheid. Maar toegankelijkheid is meer dan alleen maar fysieke toegankelijkheid. Toegankelijkheid hebben we het vorige raadsperiode ook over gehad. Daar is ook een actieplan voor opgesteld waarbij het gaat om de brede toegankelijkheid en het toepassen van het verdrag, het VN-verdrag, waar het gaat over toegankelijkheid voor mensen met een beperking. En wij zouden graag opgenomen willen zien dat deze coalitie en in deze raadsperiode het actieplan wat we hebben vastgesteld voortvarend wordt uitgevoerd. Verkeer. Wij willen ook een veilige N36, maar wat ons betreft hoeft dat geen snelweg te worden. Het gaat wat ons betreft eerder om de veiligheid en de duurzaamheid dan dat daar straks een vierbaans of een zesbaans weg komt. Duurzaamheid is voor de Partij van de Arbeid GroenLinks van groot belang. En voor een groot deel sluiten de ideeën in dit akkoord ook bij de ideeën van GroenLinks aan. Wij vragen wel juist daar ook om burgerparticipatie. Want als dit uitgevoerd gaat worden, dan is het heel erg belangrijk dat de burgers daarbij betrokken worden. We komen daar denk ik in een ander raadsdebat nog op terug als we het hebben over de agenda op duurzaamheid. We blijven ook aandacht vragen voor natuur en milieu. En in het bijzonder willen we hier toch ook blijven noemen ecologisch bermbeheer, want dat begint langzamerhand ook zijn vrucht af te werpen. Maar dat moeten we nu wel door blijven zetten en vol blijven houden. En als het gaat om ruimte, vragen wij aandacht voor manier van boeren en landbouwbeheer, wat ook genoemd is en dat ondersteunen wij ook. Zwembad. Hoofdpijndossier. En dat vraagt om een afronding.
Dus wat dat betreft, goed dat hier nu een concreet voorstel ligt. En het lijkt erop dat dat nu ook vast ligt. Maar wij zouden graag aan de beide partijen willen vragen, is er überhaupt op overwogen om überhaupt helemaal geen nieuw zwembad te gaan bouwen en het alleen te laten bij de zandstuven en de groene jager? Want in de omgeving zijn een aantal goede voorzieningen, zwembaden, die volgens mij ook op bereikbare afstand zijn. En wij vragen ons af, is dat overwogen? En daar graag een reactie op. Bestuur en organisatie. Wat ik al aangegeven heb, de coalitie wil anders communiceren en meer inzichtbaar zijn. En wordt meer gebruik gemaakt van kennis en kunde die aanwezig is bij de gemeente en bij maatschappelijke organisaties. Zoek die kennis en kunde op. We zijn wel benieuwd hoe dat gaat gebeuren. Ik heb al aangegeven dat ik daar in het begin ook een voorstel voor zal doen. Eén zin valt ook op bij de bestuur en organisatie. Die is niet door anderen genoemd, maar die ga ik wel voorlezen en vraag me af wat dat betekent. Er staat letterlijk, wij blijven investeren in kwaliteit van het ambtelijk personeel en indien nodig ook in de kwantiteit. Betekent dat er meer personeel gaat komen? Vraagteken. Financiën. Tekort op sociaal domein is fors. En dat we moeten bezuinigen, op middelen anders moeten benutten, is van groot belang. Ik vind het goed om te horen dat er in de breedte wordt gezocht, want die bezuiniging vinden we niet alleen binnen het sociaal domein. Ik vind het ook goed om dan te lezen dat daarbij een verhoging van OZB niet onbesproken kan blijven. Wat betreft een fondswerven lijkt ons een goed voorstel, maar laat die fondswerven zich alsjeblieft zelf terugverdienen. En de afschaffing van de hondenbelasting heeft onze steun, maar wel aandacht voor de hondenbelasting of voor de hondenuitlaatplaatsen en de overlast van de hondenpoep. Tot slot, voorzitter. Bij een feestje, want dat is dit natuurlijk, een coalitieakkoord, wat gesloten is door twee partijen, wordt een cadeautje. En de Partij van Arbeid GroenLinks heeft een cadeau. En die wil ik straks graag even overhandigen aan Marcus Elsinga. En ik hoop ook dat hij na het lezen van de nieuwe route misschien ook wel past bij dit coalitieakkoord, zou ik graag willen hebben dat hij dan de heer Elsinga geeft. De heer Smelt geeft, neem ik kwalijk, meneer Smelt, aan de heer Smelt geeft. En dat we over 3 maanden dus hier met elkaar over een debat gaan. Waar gaat het in de kern over? Dit boek schrijft eigenlijk waar we voor staan. Voor het inslaan van een nieuwe route, voor een nieuwe manier van invulling geven van het sociale domein. Het is geschreven door Anke Sigis en die zegt van, je kunt de burger wel eigen regie geven. Je kunt de burger wel eigen verantwoordelijkheid geven, maar dat moeten ze zelf ook doen. En daarbij moeten ze ook zelf kunnen beslissen hoe dat vorm krijgt. Naar mijn mening geeft dit een hele goede input hoe we met het sociale domein verder kunnen gaan. En ik hoop ook dat het jullie inspiratie geeft om dat coalitieakkoord op deze manier vorm te geven. Ik zou het graag willen overhandigen aan de heer Elsinga en daar heel veel succes bij wensen. Ik krijg van mij daarvoor de toestemming uiteraard. U mag het zo veranderen aan de heer Elsinga, de heer Reusken. En ik vermoed ook dat u aan het eind van uw betoog bent gekomen. En ik weet niet of u nog andere voorstellen concreet overhandelt of dat u ze mondeling heeft gedaan. Dus ik kijk even naar u. Ja, ik heb een tweetal moties. Ik weet niet precies hoe, wat de bedoeling is of hoe ik dat zou moeten doen. Het is 1 motie met betrekking tot de bestuurstijl en de andere motie heeft betrekking op het sociale domein. En ik heb het op een aantal onderdelen ook al verwoord. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze uitgedeeld worden. Ja, vervolgens... ik denk dat u ze in kunt dienen en dan maakt ze onderdeel uit van. En dan gaan we kijken hoe de beide heren Elsinga en Smelt daarop ingaan. Maar ik kan me voorstellen, dus u kunt ze gewoon indienen, maakt ze onderdeel uit van de beraadslaging zoals het heet. Want dit is echt een raadsvergadering, dus het kan gewoon. En ik kijk even naar de heer Elsinga en de heer Smelt. Ik denk dat u een ogenblik schorsing wilt hebben. Er wordt geknikt. Sommige dingen voel ik aan. Dus ik schors. Hoe lang denkt u nodig te hebben, meneer Elsinga? Kwartiertje? 9:30 weer beginnen. We gaan om 9:30 weer beginnen. Ik schors de vergadering. Volgens mij is het 9:30 geweest. En ik kijk de raad rond.
En volgens mij is de meerderheid van de raad is aanwezig. Dus ik heropen de vergadering. En ik geef de heer Elsinga als eerste het woord. Meneer Elsinga, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Allereerst iedereen bedankt voor zijn bijdrage. We zullen uiteraard dit wegen. Dat hebben we net ook even gedaan en sommige dingen even beantwoorden. Maar er zijn ook een aantal dingen die, ja, omdat het op hoofdlijnen is, je niet meteen kunt laten zien. Die voorstellen volgen dan vanzelf wel in de raad. En zoals collega Smelt al zei, als we dan dat allemaal, de voorstellen gaan verwerken, ja, dan wordt het een heel dik boek. En dat moet het ook niet. En misschien wel zo dik als dit boek. Dit boek, De Nieuwe Route. En ik wil de heer Reusken van de Partij van Arbeid GroenLinks hiervoor bedanken. Ik zal er ongeveer 3 maanden doen, denk ik, om het te lezen. Ik heb nog een teun en dat soort dingen. Dat moet allemaal ook gebeuren. Ik ben geen fervent lezer. Ik lees graag de Volkskrant, maar boeken niet. Maar ik zal het binnen 3 maanden lezen en dan zal ik hem doorspelen aan de heer Smelt. En ik hoop dat hij wel een fervent lezer is. Dan gaat het wat sneller in ieder geval. Dus even kijken. Ik begin bij het CDA. Ja, weinig concreet. Nou, we vinden er toch wel aardig veel concrete punten in staan. Ik tel er 10 heb ik zo snel even in de pauze even geteld. Maar uiteraard, het is natuurlijk een hoofdlijnenverhaal. En daar hebben we bewust voor gekozen en daar maakt de informateur eigenlijk ook al gewacht van. Als we het allemaal heel erg nauw omschrijven, dan is er ook geen ruimte meer. En dat is nou juist niet de bedoeling. Dus dat even vooraf. Dat er geen voorstellen ingediend kunnen worden. Nou, we hebben voorstellen natuurlijk van de Partij van Arbeid en GroenLinks, combinatie. Er staat ook bespreking bij het onderwerp. De vorige keer, 4 jaar geleden, stond er presentatie. Dus dan kun je eigenlijk niks meer doen. Bespreking, waar we vanuit gegaan. Nou, dat zal wel dan duidelijk zijn dat we dus met elkaar kunnen bespreken. Er is natuurlijk ook een mail gestuurd nog met die moties die gesteund konden worden. Dus die waren van vorige week al. Dus ja, dan was eigenlijk al duidelijk dat je voorstellen kon indienen. Maar goed, we hebben nog 4 jaar te gaan. Er kunnen allerlei voorstellen worden ingediend. Even kijken, het inzetten gaat om Twenterand. Ja, inderdaad, dat zijn we ook helemaal voor. SGP, eerste bijdrage van de heer Jonker. Dat was een positieve bijdrage met wel wat vragen, wat dat kan. Hij wenst ons veel succes, we zullen ons best doen. Hij meldt onder andere de SGP dat de koop zondags die staat niet in het akkoord. Nee, dat komt omdat het een vrije kwestie is, dus vandaar dat het niet in het akkoord staat. Dan het sociaal domein. U maakt zich zorgen over de declaraties. Ja, die zijn terecht. Ik zag volgens mij in het functieoverzicht dat u onderdeel gaat uitmaken van de auditcommissie. Daar is al heel veel aandacht aan besteed. Alle partijen hebben een zitting in die auditcommissie. En dan kunt u wel zien wat we vorig jaar al gedaan hebben. En daar moeten we echt inderdaad bovenop zitten. Is ook in de raad gepresenteerd. En de raad heeft ook bij monden van wethouder Binnenmars, huidige wethouder, in samen 14 regio 14 verband ook aangekaart dat het grote zorgen zijn. Want er komen nu nog steeds facturen binnen voor 2015. En dat kan nog tot 5 jaar. Dus we kunnen nagaan, als we straks in 2020 zijn, kunnen we nog steeds facturen krijgen voor 2015. En dat is heel vervelend. Maar ja, het zal denk ik ook wel invloed hebben op de jaarrekening die zal komen deze week of misschien wel later. Want dat waren de vorige jaren ook het geval dat dat vaak voor een enorme vertraging zorgde. Dus we zijn er een beetje bang voor. We vrezen eigenlijk dat het weer gaat gebeuren. Dan mager paragraaf over onderwijs. We gaan als onderwijs ook alleen maar over huisvesting. En verder hebben wij niet zoveel invloed op onderwijs. Uiteraard heeft de portefeuille, de wethouder, wel overleg met het onderwijs in het oog op overeenstemming gericht overleg. Dat is een beetje een rotte afkorting, maar daar is het. En dan zit het onderwijs zit daar aan tafel. Dus de scholen worden op die manier ook erbij betrokken in dat OGO-overleg. En dat is volgens mij 1 keer per kwartaal. Dus, dan begraven, zegt u. U bent voorstander van dat er niet geruimd wordt. En dat eeuwigdurend. U zei van dat is al zo, dat is niet zo juist. Daarom hebben we het ook genoemd. Nu is er onbepaalde tijd. Maar wat is onbepaalde tijd? Dat is een andere term als zoals het nu in het politieakkoord staat. Dat willen wij straks wel benadrukken nog. Verkeersproblematiek aanpakken, ja, inderdaad, is de voortzetting van de huidige visie. Ja, daar hebben wij met de raad al grotendeels over gehad. Dus ja, inderdaad, we gaan al het werk wat gedaan is niet teniet doen. Alleen de prioriteiten, die hebben wij
in een lijst gezet. En die prioriteiten, dat zijn de meest voorkomende acties die eigenlijk moeten plaatsvinden. En het is aan het college met welke volgorde zij daarin komen. Ik neem aan dat zij wel zometeen verstandig genoeg zijn wat nou het belangrijkste is, wat echt nodig is meteen en wat even kan wachten. Maar goed, dat zien we zometeen wel. Het heeft ook mee te maken of je werk met werk kunt maken. Kijk, hier staat bijvoorbeeld het fietspad Kerk alleen niet in, maar dat is al in gang gezet. Dus dat gaat gewoon door, maar misschien kun je wel dat combineren. En combineren van werkzaamheden kan ook wel voordelen opleveren. Dan de groene A36. Gaan we zomaar landbouwgrond opgeven? Nee, uiteraard niet. Alleen er is wel een vanuit Rijkswaterstaat zijn er projecten opgestart, een soort pilots, om stroken met groen, met bos aan te leggen om die CO2 natuurlijk teniet te doen. Maar dat is de bedoeling van die groene A36. Kunnen we daarop aansluiten? Ja, dat weten we niet, want je hebt ook de N36 die loopt door meerdere gemeenten. Dus die moet ook mee willen werken. Maar groen is altijd, als je het over duurzaamheid hebt in je coalitieakkoord, dan moeten we daarom kijken. En dat blijft wat ons betreft niet bij die groene streep midden op de N36. Dus groen is hij al een beetje. De duurzaamheid miskengetallen, ja, dat is gewoon heel erg lastig. Er zijn talloze berekeningen. De een zegt dit en de ander zegt dat. En het komt op percentages van soms achter de komma. En het is heel ver doorvoerend om dat hier allemaal te gaan melden. Over die duurzaamheidsfonds. Er is onlangs een voorstel in de Raad aangenomen over dat zonnepark. En dat moet u even teruglezen, de heer Jonker. Dan kunt u zien wat daarvan de bedoeling is. Dus, maar ik begrijp dat u dat inderdaad nog niet allemaal op de hoogte bent. Dat is wel heel veel wat er in één keer komt. Het afvalbeleid. En wij gaan dat gewoon even opnieuw bekijken. En er volgt een voorstel. Dus ook dat weer, van dat we daar niet te veel in kunnen zeggen. U zegt van de IV-bedrijven, de normen en zo, geen nieuwe intensieve veeldrij. Dat staat ook in het bestemmingsplan buitengebied. Dat is al daarin vastgelegd. Dus dat hoeven we niet nog een keer te doen. Alleen we vinden wel, sommige dingen kun je in een bestemmingsplan niet schrijven en wel in een integrale visie. Want we hebben bijeenkomsten met agrariërs meegemaakt 2 jaar geleden, het GBT bijvoorbeeld. En mensen willen graag duidelijkheid. Waar ligt mijn grens? En daar moeten wij daar iets over schrijven. En in de coalitieakkoord staat ook dat het niet alleen maar over de veehouderij gaat. Hè. Het gaat ook over ecologisch bermbeheer, over natuur, al die dingen, rood voor rood regeling. Dat heeft ook allemaal weer te maken met de FAPS die je wilt voorkomen. De vrijkomende agrarische gebouwen met rood voor rood kun je natuurlijk verpopering in het buitengebied voorkomen. Dan, wat komt er in de evenementennota te staan? Ja, dat is ook inderdaad afwachten. De wethouder komt daarmee met een voorstel. Het is voor het eerst dat wij met zo'n nota komen. Dat vinden we heel belangrijk. Waarom? Omdat die evenementen die georganiseerd worden, die zijn fantastisch. Heel veel vrijwilligers zijn daarmee bezig. En dat moeten we gewoon uitventen. En dan willen we ook een combinatie maken met die marketing en promotie. Om daar ons meer op de voorgrond te brengen. Want dat kan ook weer extra toerisme bijvoorbeeld lokken naar Twenteland. Dat is volgens mij de vragen die ik beantwoord heb van de SGD. Als ik er nog eentje mis, dan hoor ik dat straks. Want ik heb me wezenloos geschreven wat dat betreft. Dan de PVV. Een aantal dingen over een verliefstel. Ik vat daar wat anders onder, maar goed, dat kan natuurlijk per persoon ook verschillen. U heeft een aantal aangegeven van hoe u dat zag. Dat kan. Kijk, als je iemand niet goed verstaat, omdat hij te snel praat, kun je zeggen, je luistert te langzaam. Het is net even hoe je ernaar kijkt. U zegt wel van die kenbudgetten, eenzaamheid onder ouderen, financiën afschaffen, hondenbelasting. Daar bent u heel tevreden over. Nou, dat vinden we positief. Het is wel zo dat u heeft het ook over belastingen verlagen, over realistisch energiebeleid, over Polen hetzelfde verdienen als Nederlanders. Ja, dat is voor een gemeente natuurlijk niet te realiseren. Het is heel veel landelijk beleid. Dus ja, maar als u toch voorstellen in die richting hebt, ook over dat islambeleid wat u noemt, ja, kom met een voorstel. Maar kom ook met een financiële dekking waar we iets mee kunnen. Dan een referendumverordening. Nou, het staat niet in beide verkiezingsprogramma's, dus het is eigenlijk wel verklaarbaar dat het ook niet in het coalitieprogramma zou komen. Maar wij gaan een andere manier, we hebben het over een andere bestuurstijl en inwonersparticipatie, daar hebben wij een ruime paragraaf aan gewijd. We gaan het eerst op deze manier doen. Een referendum kost wel een halve ton als je dat bijvoorbeeld organiseert.
Daarvoor kun je wel 25 soorten van inspraken houden, burgerpeilingen, burgerforum. Dat is natuurlijk veel voordeliger. Maar we gaan het eerst op deze manier doen. En op deze manier heeft de inwoner ook meer directe inspraak. En waar wij voor zijn is dat de inwoners zo vroeg mogelijk bij de plannen worden betrokken. Dan, even kijken, maximaal doen aan de verpopering. Nee, maximaal is wat er... Meneer Elsegaan, misschien even stoppen, want de heer Veldmeijer wil u een vraag stellen. Meneer Veldmeijer, minister om een tweede termijn te voorkomen, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, GBT doet alsof het totaal nieuws is dat de raad met voorstel kan komen, maar zo oud is de politiek is... Zo oud is ook het systeem dat de raad met voorstel kan komen. Je brengt het als iets compleet nieuws. Maar ik vraag me af, zoals u ook praat over het referendum, heeft het überhaupt zin om met voorstellen te komen? Of moet het allemaal heel gematigd zijn? Wij zijn een referendumpartij. We vinden dat eigenlijk de hoogste vorm van burgerparticipatie. Als ik u zo beluister, dan heeft het eigenlijk helemaal geen zin om met een voorstel te komen op dit vlak. Klopt dat? Meneer Elsegaan, nu het woord. Ja, de heer Veldmeijer, het is uw eigen afweging of u met een voorstel komt. En als u zegt, als u denkt dat het zin heeft, dan moet u dat doen. Dat is een afweging van elke partij. Soms wegen wij ook iets af, hè, toen we in oppositie hebben gezeten. En ja, soms dan gaat het goed en soms niet. En soms kun je ermee profileren en soms niet. Het is aan u, als u daar een voorstel mee komt, want u zegt het wel, u noemt een aantal dingen heel snel achter elkaar. Dat kunt u ook voor elkaar krijgen door een voorstel in te dienen en een meerderheden te creëren in deze raad. Ja, en één aanvullende vraag als laatste. Aan u het woord, meneer Veldmeijer. Nee, ik vroeg aan u, want u heeft 12 zetels, dat is meer dan de helft inderdaad. Ja, ik moet nog even wennen aan de situatie. Daar heeft u de ChristenUnie niet voor nodig, maar ik ga geen werk van niks doen natuurlijk. Maar bestaat er een mogelijkheid, al is het 5%, dat ik GBT kan overtuigen dat het wel degelijk mogelijk is dat een mits goed onderbouwd referendumverordening hier kan komen? Of zegt u helemaal, begin er maar niet aan, want dat heeft geen zin? Ik hoor de heer Elsegaar ook zeggen van, nou, u moet zelf zoeken naar meerderheden. Dus even, dat heb ik meneer Elsegaar horen zeggen. Dus misschien kan hij dat nog eens benadrukken van, ja... Hij doet er nu geen uitspraak over. Meneer Elsegaan, nu het woord. Nee, dat zou inderdaad een herhaling zijn, voorzitter, van wat ik al zei. Dus de afweging is gewoon aan u. Dan het zwembad. Er waren twee partijen, de PVV en de Partij van Arbeid GroenLinks, die zeiden van, is dat zwembad nu wel nodig? Ja. Wij hebben als raad één ding unaniem besloten, en dat is dat er een overdekbad komt en een openluchtbad blijft. En daar kunnen we nu niet gaan zeggen van, nou weet je wat, we laten die ouderen, hè, waar het PVV zo belangrijk vindt, want bewegen voor ouderen is gewoon, dat zegt u van, een belangrijke doelgroep voor ons. We hebben drie zwemverenigingen, die kunnen we niet in het kanaal laten zwemmen. We kunnen ook niet in de omgeving laten zwemmen. We hebben al een overzicht gemaakt van wat voor ruimte er in de baden, hè, in de omgeving is. Ja, dan kun je s'avonds rond een uur of 10 kun je naar een of andere bad in Hardberg met een jeugd van 12 tot 17, dat werkt niet. Maar hier val je gewoon terug op het besluit van de raad. Nogmaals, die is unaniem genomen. Daar hebben we allemaal voor gepleit. Er komt een overdekbad. Hoe, dat was de vraag, maar daar ging het juist om. En er blijft een openluchtbad. Dat is wat de gemeente in stand wil houden. En ja, daar val je weer terug. En daar, zo is eigenlijk de discussie weer begonnen. Dan ben je weer terug bij het begin, laat maar zeggen. De heer Reusken heeft de vraag nu. De heer Reusken, nu het woord. Dank u wel, voorzitter. De heer Elsegaar refereert aan besluiten die in het verleden zijn genomen door deze raad. In dit geval een unaniem besluit waarin besloten is tot een openluchtzwembad en een overdekt zwembad. Tegelijkertijd zijn er in het verleden ook besluiten genomen over locaties van zwembaden door meerderheden in deze raad. Dus in die zin vraag ik me af waarom je ook niet een besluit zou kunnen heroverwegen. Juist nu je met elkaar tot andere meerderheden kunt komen, kun je een besluit wat eerder genomen is ook heroverwegen. Dus ook het besluit... wat betreft het wel of niet gaan bouwen van een overdekt zwembad. Meneer Elsegaar. Ja, dank u, voorzitter. Heroverwegen, dat was eigenlijk niet zo nodig. Maar als je een unaniem besluit hebt... Kijk, we hebben ook besluiten gehad wat een hele krappe meerderheid was. En dan zou je misschien kunnen zeggen, we gaan heroverwegen. Maar dit was een unaniem besluit. Ook de Partij van Arbeid was voor dit besluit. Ja, en we hebben niet zoveel zin als GBT. ChristenUnie denk ik ook niet, maar ik spreek voor GBT. Om al die besluiten
in die afgelopen 4 of 8 jaar waar we niet meer waren, terug te draaien. Dat is natuurlijk onbegonnen werk. Dat is democratie. Op een gegeven moment is er een besluit genomen en dan gaan wij daar mee verder. En datzelfde die vraag net van de SGP over de verkeersvisie. Op een gegeven moment is daar een besluit over genomen en dan ga je daar mee verder. Heeft nog een aanvullende vraag, meneer Reusken? Aanvullende opmerking. In die zin dat besluit inderdaad heroverwogen kunnen worden. En wat mij betreft niet voor de eeuwigheid vastliggen. Dank u wel, voorzitter. Ja, dat is een stelling van u. Heer Elsinga, vervolg uw betoog. Ja, als de eeuwigheid 2 jaar was, want zo lang is dat niet geleden, dan hebben we een kort leven allemaal. Dan over het maaibeleid, wat nog even door de PVV werd aangehaald. Ja, er komt nog een antwoord van het college, volgens mij, over dat maaibeleid van het huidige college. Dus ik heb het zelf nog niet gezien, maar misschien dat ik het gemist heb. Dus dat wachten we dan even af. Maar er is wel ook, dit is wel een overwogen keuze volgens mij geweest. Iedereen heeft ook een flyer in huis gehad. Ik heb het zelf voor aan de weg. Ik ben ook echt zo'n maaier, want ik heb een hekel aan Robbertje van Strakwerk. Maar ik moet zeggen, nu het er allemaal zo staat, ik heb ineens weer vlinders en zo, dus dat vind ik wel niet in mijn buik, maar echte vlinders. Dus wat dat betreft, om over die verliefdheid nog even te hebben, het werkt wel, laat ik het zo zeggen, dat ecologisch wermbeheer. VVD, een constructieve houding ervaar ik. Ik vind het belangrijk dat er een evenement in orde is. Goed dat een besluit is genomen over het zwembad, die aanpak van de verpopering, hoe we samen aangaan, de uitdaging van sociaal domein ook, inderdaad, dat vinden wij ook. En ja, in die bestuurstijl, daar bent u benieuwd naar. Ik heb ergens een uitspraak van u gehoord, voor mij was dat in Politieke Stem of Delta FM. Dan zei hij van, we moeten uitkijken dat we het debat niet doorslaan en dat we met elkaar in debat blijven, ook met zo'n verkiezingsuitslag. Nou, dat nemen we echt te harte. Wij willen echt niet dingen doordrukken. Hè. Zoals net voorgehaald, waar kun je dingen terugdraaien? Dat moet niet. We willen daar echt voor waken en hebben het heel vaak ook in het coalitieoverleg over gehad. Daar moeten we echt voor uitkijken. We moeten gewoon steeds in debat blijven gaan en elkaar overtuigen. Dus wat dat betreft gaan we daar echt iets mee doen. Partij van Arbeid, GroenLinks. Eens even kijken. U had het even over de sfeer en over het botsen nogal eens. Ja, dat krijg je als je in de oppositie en de coalitie zit. Het was trouwens niet specifiek alleen voor onze partijen. Waarom was het tussen meerdere partijen hadden we een botsing. Kijk, hoe ik er tegenaan kijk als je in een raad acteert, dan ga je voor je standpunt voor je partij. Want dat is wat je doet. En de coalitiepartij gaat voor hun standpunt wat ze met elkaar hebben afgesproken. Het is net een sportwedstrijd. En aan het einde verliest er iemand of wint er iemand. En dat is het dan. En daarna geef je met elkaar een hand en dan ga je hier aan die bar en dan drink je een radler of Jills of bier, moet je allemaal zelf weten. Met een hapje erbij. Dat is politiek. Dat is gewoon zakelijk en dat moet professioneel zijn. En dat is het beste. Het kan niet zo zijn dat we elkaar aankijken omdat je eens een keer hard met elkaar gebotst hebt. Dat moet gewoon kunnen. Zolang er maar niet door de man wordt gespeeld. Dan compliment over het taalpunt. Ja, dat gaan we inderdaad indienen. We hopen dat het over een maandje of zo dat het klaar is. We zullen eerst zelf wat voorwerk verrichten en daar zijn we al mee bezig. We vinden inderdaad belangrijk dat iedereen... We hebben het toch over laaggeletterdheid in ons coalitieakkoord. Nou, dan moet je zelf wel weer het voorbeeld nemen en dat gaan we zeker doen. Dan de nieuwe loketten. U zegt gewoon aansluiten bij wat er al is. Dat zijn we met u eens. Dat is denk ik ook wel de bedoeling, want daar gaan wij in ieder geval vanuit. Maar goed, er zijn wat vragen intern uitgezet. Dan, u hebt het over de rol van adviesraad sociaal domein. Toevoegen in het coalitieakkoord. Ik weet niet of ik het in de motie heb gezien, die bespreek ik zo meteen weer. Als hij erin staat, dan dat vinden wij een vanzelfsprekendheid. Dus daar kom ik zo meteen in de motie nog even op terug. Die moeten we inderdaad een serieuze rol geven. We hebben niet voor niets zo'n onafhankelijke adviesraad ingesteld. Dan toegankelijkheid heeft u het over. Een actieplan. Kijk, we willen via e-spraak willen we de inwoners daarbij betrekken. We willen de inwoners vragen van wat vindt u waar de toegankelijkheid niet goed genoeg is. Dus we willen eerst in onze eigen kennen beginnen, zodat de inwoners binnen enkele weken via internet kunnen aangeven met een punaise, met een opmerking erbij. Bij deze straat of bij dit gebouw vind ik de toegankelijkheid, meneer De Pijl, daar moet wat aan gedaan worden. En dan gaan we dat allemaal verzamelen, zoals we dat ook met de verkeersvisie doen, waar verkeersknelpunten zijn.
En dat willen we ook met die hondenpoepoverlast doen. Eerst maar eens kijken waar de concentratie zit. En dat pak je eerst aan en dan ga je op inzetten. En daarna gaan we uiteraard die toegankelijkheid. Daar blijven we gewoon mee aan de slag gaan. Hardenberg is een lichtend voorbeeld voor ons. Dus wat dat betreft kunnen we daar ons licht wel opsteken. En dat gaan we ook zeker doen, want we gaan geen dingen opnieuw bedenken. Dan komt er meer personeel, ja, indien nodig. Er wordt, als het goed is, aan een voorstel gewerkt door de burgemeester over handhaving. Er is heel vaak in de raad hier over handhaving gesproken. En dat er meer moest gebeuren, we hebben het over bijvoorbeeld hondenpoepoverlast, maar ook allerlei andere zaken. Illegaliteit en zo, van gebouwen. Ja, daar komt een voorstel. Dus dan kan er zo zijn dat je meer personeel hebt. Alleen we hebben wel gezegd, liever dat dan externe inhuur, wat per uurprijs duurder is. Maar je kunt ook bij andere gemeenten kijken. Dat je daar wat in kunt huren en onderling uitwisselen. De fondsenwerver, ik vind dat hij zichzelf terug moet verdienen. Ja, een fondsenwerver werkt op 0Q en 0P, alleen hij moet wel beginnen. Dus de eerste keer, het eerste jaar of de eerste 2 jaar, dat ligt eraan wanneer die aangesteld wordt en hoe dat dan gaat. Ja, je moet wel even een netwerk aanleggen. Het mooiste is dat je natuurlijk iemand krijgt die al een netwerk heeft, want daar moet je natuurlijk op selecteren. En je moet denk ik de eerste jaar gewoon even de kans te geven om dat op te bouwen. Dus dat komt waarschijnlijk, zo zien wij dat, voor een eenmalig voorstel. En daarna moet hij zich inderdaad terugverdienen. En als hij het heel erg goed doet, dan kunnen we er nog veel plezier aan beleven. Dus even kijken of ik nog wat vergeten ben. Volgens mij niet. Ja, dan hoor ik het wel. Dan wou ik in ieder geval even op de kernhouder, de rol van de kernwethouder. Werd ook door de PvdA genoemd en ook door PvdA GroenLinks en door SGP. Hoe ziet u dat? Nou, we hebben al gezegd, hè, het is de wens van het college en deze coalitie om de samenleving het gevoel van vertrouwen terug te geven. Dat wij er als politiek voor hen zijn. En om bestuurder te kunnen aansluiten, is het, gaan we dus met die kernwethouder aan de slag. Het is een soort aanspreekpunt, wat ook door de dorpsraden in een gezamenlijke brief is aangegeven. Ze zeggen elke keer als je een overleg hebt, dan is het met het hele college, of dan is het met dat collegelid, of met dat collegelid. Elke keer moet je het verhaal weer opnieuw vertellen. Nou, laat ons gewoon al 1 aanspreekpunt hebben die steeds het contact van ons is, die dan ook de juiste lijnen uitzet in het gemeentehuis. En als er een keer een vakwethouder nodig is, die dus over dat andere gebied gaat, laat ik maar even zeggen, of een ander project, dan is het aan die kernwethouder om te zeggen, ik haal hem of haar erbij en die kan dan wat meer toelichting daarop geven. Verder, de kernwethouder, die is namens het college dus het aanspreekpunt voor de dorpsraden. Hij treedt ook op als vertegenwoordiger van het college. Hij is verantwoordelijk voor dat er tussen het college en de dorpsraad over weer informatie wordt verstrekt over het door hen gevoerde beleid. En voor zoveel belang op die kern waar die wethouder dan kernwethouder van is. Het kunnen trouwens ook meerdere kernen zijn. Hè. Bij het coalitieakkoord was ook een portefeuilleverdeling, een voorlopige portefeuilleverdeling in hoofdlijnen bijgesloten. En dan kon u zien welke kernwethouder welke kennen die had. Ja, dus je kunt meerdere kernen bijvoorbeeld hebben als wethouder. Dus er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen de kernwethouder en de vakwethouder. Nou, en zo kun je, we hebben een document van 1 naar 4 waar wij de rol van die kernwethouder hebben uitgewerkt. Dan heb ik volgens mij dat gehad. Even over de moties, die 2 die zijn ingediend door de Partij van Arbeid, GroenLinks, voorzitter. M9 en M10. Ik weet niet waarom het niet 1 en 2 is, maar 9 en 10. Misschien is het wel een soort opbouwvolgorde. We beginnen elk jaar opnieuw, dus hier weer met 1 en dan ga je het hele jaar door. Dan is het heel helder. Oké. Nou, dan weten we gelijk na 4 jaar hoeveel moties er zijn ingediend in totaal. Even over 9. Dat gaat even over, ik zeg maar even, het meebeslissen en de kinderraad. Even over het meebeslissen. Meebeslissen, dat doet natuurlijk de raad. Dus volgens mij wat hier staat, kan niet. Dat je de bewoner laat meebeslissen. De raad beslist, alleen het ligt er al aan, maar ik weet niet of u dat bedoelt. We hebben een participatieladder, die begint bij informeren, communiceren. En aan het begin maar eindig je op, is dat meebeslissen over een bepaald onderwerp of project? Dat weet ik niet helemaal. Dus daar zou ik even wat duidelijkheid over willen hebben. Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter.
Wat hier bedoeld wordt, en dat ging net ook even in het debat met de PVV over het referendum. Je zou kunnen lezen dat hier het referendum wordt bedoeld, maar dat is niet de intentie van de opmerking hier. De intentie van de opmerking hier is, er wordt nadrukkelijk in het coalitieakkoord gesproken over bewonersparticipatie. En bewonersparticipatie is wat mij betreft niet alleen maar mensen informeren en mee laten praten. Bewonersparticipatie betekent ook dat je mensen ruimte geeft om invloed te hebben. En daar waar het kan, ook mee laten beslissen. Ik kan me voorstellen, ik noem maar een voorbeeld, op het moment dat hier projecten in huis via die bewonersinitiatieven worden ingediend en daar zijn budgetten in dit huis voor vrij, dat er dan heel veel ruimte is om misschien wel die budgetten bij die bewonersinitiatieven neer te leggen en met dat budget te zeggen van het kader rondom dat budget zijn deze drie uitgangspunten. Als je daaraan voldoet, kun je met het budget doen en laten wat je wil. Daarmee geef je ruimte en ook invloed aan bewoners. Mijn vraag alleen is, of in ieder geval de oproep is aan de coalitie, om het niet te laten bij informeren en meepraten, maar laat mensen ook daadwerkelijk invloed hebben. En dat hoeft niet altijd via een referendum te zijn, er zijn ook heel veel andere mogelijkheden. En dat is waar ik u toe oproep. Heer Elzega, aan u het woord. Ook weer voorzitter, dat is me duidelijk. Heer Reuske, wil ik even uw microfoon uitzetten? Dat zal ik. Ja, hey, ja. Dank u wel. Meneer Elzega, aan u het woord. Ja, voorzitter, deze uitleg is wel belangrijk, maar we hadden zoiets van, je kunt er ook een referendum in lezen. En dat hebben we net gezegd, wat wij daarvan vonden. Nou ja, dan moet straks even dat opnieuw bespreken in de fractie van wat wij hier dan van vinden. In ieder geval, we hadden zoals het hier stond wel moeite mee en hoe ver ga je daarin. Dan even over de kinderraad. Dat vinden wij... Wacht even, meneer Veldmeijer heeft ook nog een vraag. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Misschien is het dan een optie om het, want dat wordt denk ik ook een beetje de nieuwe politieke stijl van GPT, dat als wij met een referendumvordering komen, dat u het als een vrije keuze gaat beschouwen binnen de fractie. Is dat een optie? Nee, als ik ga aan u het woord. Ja, ik vond hem wel aardig gevonden, moet ik zeggen, van de heer Veldmeijer. Nee, dat is voor ons geen optie in deze periode, referendum, absoluut niet. En inderdaad, geen vrije kwestie. We hebben in het coalitieakkoord staan hoe we het gaan doen en zo gaan we het ook doen. En daar zullen voorstellen voor komen. Even over die kinderraad. De vraag voor wat meer duiding is ook aan de Partij van de Arbeid GroenLinks. Kan democratie, dat is een project wat we hier al doen in het gemeentehuis, kan het uitmonden in een kinderraad? Want als u zegt van ja, dat kan uitmonden in de kinderraad, dan zijn we bereid om dat te verwerken in het coalitieakkoord. Maar dat moet u zo meteen maar even laten weten. Dan motie 10. Die bestaat uit een aantal onderdelen en betreft het sociaal domein. De sociale adviesraad hebben net al iets gezegd, dat vinden wij geen probleem. Bij mantelzorgers, als u de bereidheid toont om door bijvoorbeeld een spijtverlof weg te laten, dan kunnen wij daarin meegaan. Maar dat hoor ik zo meteen wel van u. En toegankelijkheid, u heeft het over het VN-verdrag, maar wij weten dat ding niet uit ons hoofd. Ik in ieder geval niet. Ik weet helemaal niet wat de consequenties daarvan zijn. Dus het kan heel ver gaan. En het kan misschien ook wel hele grote financiële consequenties hebben. Dat weet ik niet. Dus we hebben een beetje moeite met die toegankelijkheid. We zeggen er eigenlijk al iets over in het coalitieakkoord en is dat niet voldoende? Volgens ons wel. Maar, nogmaals, die VN-verdrag, dat hebben we geen inzicht op. De armoede en schuldsanering en de arbeidsparticipatie, wat u noemt, is al huidig beleid. Er is al enige sinds wat vastgelegd. Maar als u zegt van, ik zal het als een toevoeging zien, toch dat het gewoon verzekerd is in het coalitieakkoord, dat we daar verder mee aan de slag blijven gaan. Och, we willen die zekerheid wel bieden. Alleen, bij de arbeidsparticipatie noemt u Soweco. Nou, wij zijn er altijd op tegen om altijd maar vaste partners te noemen. Het is net of je er dan aan vast zit. Wij zouden dan liever zien sociale partners. Want er zijn er meerdere die op die markt zich bewegen. Dus als u zegt van ik wil Soweco vervangen door sociale partners, dan hebben wij hier ook geen bezwaar tegen. Voorzitter, dit was het volgens mij. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Smelt. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter.
Nou, om de effectiviteit te bevorderen. Wat is dat? Ga je maar goed, kijk eens, ik ben in beeld. Dat doet hij het. See you staat er, dus ik zie jou. Goed, om de effectiviteit te bevorderen, voorzitter, schaar ik mij, en dat hebben we ook zo voor besproken, achter de antwoorden die inhoudelijk zijn gegeven door de heer Elsinga. Voor degene die nog een prangende vraag heeft aan de ChristenUnie persoonlijk, en zegt, die moet ik beantwoord hebben, anders slaap ik vannacht niet, dan hoop ik dat u daar komt staan en die vraag nu stelt. En anders ga ik over tot het beantwoorden van de moties met u wel vinden. Kelder heeft een vraag. Dus de heer Kelder en de heer Dit Reusken. Kan niet waar zijn, voorzitter. Ja, ja. De mensen hebben die vandaag anders niet zouden slapen. Goed. Ik heb nu het gevoel dat ik niet meer in de hand heb. Dus eerst de heer Kelder. Als u de filemelding in uw vraag doorgeeft. Probeert enige regie te voornemen, de heer Kelder. U ging als eerste staan. Aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nou, ik heb een vraag specifiek ingebracht. We hebben niet zoveel ingebracht, maar een van de dingen die we wel ingebracht hebben is het feit van de vier wethouders, de FVE's. De heer Elsinga heeft daar niet op gereageerd, maar ging ervan uit dat u daar in ieder geval wel iets vond, want u was in de vorige coalitie voorstander van een minimale bezetting. Ik ben dus heel benieuwd waarom u dus nu wel voor vier op het woord. De heer Smelt, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik snap die vraag heel goed van de kant van de CDA-fractie. Ik heb net ook uitgelegd, volgens mij, in mijn termijn, op basis van de opdrachten die wij naar ons toe krijgen, dat wij een afweging hebben gemaakt als fractie. En op basis daarvan heb ik toegelicht dat wij het valide vonden om met vier wethouders die opgave aan te pakken. En u weet ook, hè, zo kent u ons ook, hè, als we in een meerderheid zitten en we spreken erover, dan wegen we dat af. En in het belang van deze coalitie lijkt het ons goed om die samenwerking op die manier te doen. En hebben wij de voorstellen op die manier ook gewogen. Er is voldoende werk aan de winkel. Ik heb direct na het coalitieakkoord getwitterd. Vanaf dag 1 moeten we direct aan de bak. Er staat zoveel in. Het college krijgt de handen vol. En ik denk in de huidige tijd past dat prima met de ambitie die we hebben om dat op deze manier te doen. Dus wij hebben dat akkoord gevonden. Dat is niet alleen louter financieel, wat we de vorige keer in de crisis wel gedaan hebben, voorzitter. Maar we hebben hier ook gekeken naar de hoeveelheid werk. De heer Kelder, een aanvullende vraag. Dan zegt u met andere woorden van, er ligt nu een andere opgave voor u dan we 4 jaar geleden hadden. Ja, of zegt u dat het niet zo is? Nee, ik zeg alleen, maar u maakt een andere afweging. Dan vraag ik u waarom u nu die afweging hebt gemaakt. Ja, dan gaat u eruit dat een andere opgave ligt. Ik is niet zo gelijk. Eventjes, eerst de heer Kelder. U vraagt dan aanvullende vraag. En ja, maar ik leg de heer Kelder uit waarom wij vinden dat het zo is. En hij kan het wel niet eens of niet leuk vinden. Maar wij hebben die afweging gemaakt. Dan leg ik hem uit. En ik denk dat dat redelijk is om je dan daar niet verder over te wonderen. Dit is de afweging die wij maken en daar staan we voor op dit moment. Goed, de heer Kelder. Nou, laatste opmerking, zeker vraag aan de heer Smelt. En volgens mij was ik aan het woord en de meneer Elsinga van de meneer Willems. Ik haal die al door elkaar. Meneer Smelt vond mij niet het antwoord. Maar uw wijze van communicatie is in ieder geval helder nu weer. Dank u wel. Ja, laat ik vaststellen, voorzitter, dat we hier in een andere coalitie zitten dan de vorige keer. En dus je opnieuw afwegingen maakt die passen bij de opgave die we nu maken. De heer Reusken heeft een vraag aan u. Dank u wel, voorzitter. Het klopt dat de heer Elsinga uitgebreid de vragen beantwoord heeft. Maar ik had zelf aan de ChristenUnie en specifiek de heer Smelt nog één specifieke vraag. Dat ging over de zure mat die u uitgedeeld heeft in de vorige raadsperiode. Ik vroeg aan u wat gaat u straks bij de komende begroting uitdelen. Maar ik vroeg eigenlijk ook van, als het zo nadrukkelijk gaat over een andere bestuurstijl voor de komende periode. U bent onderdeel geweest van de vorige coalitie. Hoe duidt u dan, zoals je dat af en toe zo mooi kunt zeggen, hoe duidt u dan die bestuurstijl van die tijd? Neemt u daar volledig afstand van? Of daar zou ik graag toch nog wel even uw persoonlijke kijk op willen. Smelt, aan u het woord. Ja, voorzitter, de bestuurstijl die in de vorige coalitie gehanteerd werd, paste bij de samenwerking van die drie partijen. En daar, we kunnen ons niet aan inhoud onttrekken dat het GBT een andere partij is dan CDA en SGP waarmee je een samenwerking aangaat. En zoals het gaat in de samenwerking, mijn oma zei het altijd, je moet naar elkaar heen groeien. Nou, ik denk dat dat ook hetgeen is wat je hierin doet, want anders dan werkt het ook niet. Je moet de ambitie hebben om in die zin naar elkaar toe te groeien. En voorzitter, dat de bestuurstijl aan zich, daar heeft u in uw commentarisering ook van gezegd dat het een manier is waarvan u zegt van nou, dat spreekt ons aan. Het is toegankelijk naar uzelf toe
En ik hoop dat u met ons samen, dat heb ik al gezegd, de verbinding wilt maken als raad. En ik denk dat dat meer dan nodig is de komende tijd, die verbinding te maken, waarin we voorstellen op zijn inhoud gaan beoordelen. Ja. Oké, dank u wel dan de heer Jonker. Aan u het woord. Ja, wacht even, u moet wel iets hebben, anders dan helaas. Nee, dat kan niet. Meneer Smel, dat is persoonlijk, hè? Dan moet u even... Meneer Jonker heeft voor spreker 1 of 2. Ja, spreker 2. Meneer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Kan de heer Smelt ook nog ingaan op het punt van de vrije keus qua identiteit voor de burger, ook in het sociaal domein als het gaat om de keuze tussen de zorg- en begeleidingsdiensten? Het staat nu niet in het akkoord, maar hoe staat u daar tegenover om dat wel op te nemen, zoals ook in de afgelopen periode? Heer Smelt, aan u het woord. Nou, voorzitter, als we kijken naar de opgave die er liggen, u noemde kerken en andere maatschappelijke partijen, ga ervan uit dat we daarover gesproken hebben en dat in de voorstelling die het college zal doen, ze daar prima een plek vinden. En dat we in de hoofdlijn vastgesteld hebben welke koers we varen. En we zullen erop toezien dat die partijen waar u net op duidde in uw termijn, dat die meegenomen worden in de voorstelling. Daar zullen wij het college ook op bevragen, dan wel aansporen. Meneer Jonk heeft een aanvullende vraag aan u het woord. Als we het hebben op... ik zie die voorstellen graag tegemoet. Ik begrijp dat ook, daar gaan we ook mee in. Maar dat vind ik toch een verarming, dat dit niet opgenomen kan worden in het coalitieakkoord. Dat er toch ook in Twenteland toch hele belangrijke verenigingen zijn en ook de kerken niet kunnen genoemd worden. Dat vinden we echt een verarming. En, ja, u mag een motie hier maken om dat te doen. Oké, meneer de voorzitter, meneer Smelt, aan u het woord. Meneer Smelt. Ja, maar u kunt ook een toezegging doen dat u het opneemt. Daar hoef ik geen motie te maken. U kunt ook een motie maken. Meneer Smelt krijgt eerst voor mij het woord en dan kunt u er weer op ingaan. Meneer Smelt, eerst een motie. Ik dacht weer de SCP-fractie uit, als het dan zo'n aangelegen punt is en hij niet tevreden is met mijn antwoord, dat hij dan een motie maakt, voorzitter. Die mogelijkheid heeft u. Dan de heer Veldmeijer heeft een vraag aan u. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik heb inderdaad gesproken over verliefdheid, want die indruk wekt u tijdens de presentatie. Maar als u zegt dat u naar elkaar toe moet groeien, dan ben ik bang dat ik me vergist heb dat er sprake is van een verstandshuwelijk. Dat is één, klopt dat? Want u zegt nu in één keer, we moeten naar elkaar groeien. Tweede plaats is van, u zei ook tijdens je presentatie van het akkoord, toen een journalist aan u vroeg, wat is nou typisch ChristenUnie in dit akkoord? Dat u zei, alles. Maar wat... Kunt u mij 3 dingen noemen uit dit akkoord, behalve het echtscheidingsloket en de kernbudgetten, wat typisch ChristenUnie is in dit akkoord? Meneer Smelt, aan u het woord. Voorzitter, ik zei net in beantwoording op bestuurstijl, dat was een vraag die, en ik vind het ook snap dat u dat dialect verstaat. U bent u goed ingeburgerd inmiddels in Twenteland, knap van u, maar dat bestuurt naar elkaar toegroeien in de onderhandeling een proces is. Dat heb ik willen duiden. En als u het hebt over een samenwerking, een coalitie, er valt niet te ontkennen dat de GBT-fractie en de ChristenUnie-fractie 2 verschillende partijen zijn die de samenwerking hebben op onderdelen die we in het coalitieakkoord hebben opgeschreven. En dat blijft zo. Dat is overigens in elke coalitie zo. Dat neemt niet weg dat er ook zaken zijn waar wij mogelijk verschillend over denken. En als u ons daartoe uitdraagt, met voorstellen zullen wij u naar bevinden van antwoorden ook die antwoorden geven die u van ons mag verwachten. Maar als het om dit coalitieakkoord gaat, dan zullen wij staan voor dit coalitieakkoord. Dat hebben we in elke coalitie waarin we mochten meedoen gedaan en dat doen we ook nu. Daar zijn we op aanspreekbaar. Dus u mag mij aanspreken op het moment dat ik de bocht uitvlieg, wat in het coalitieakkoord staat en ik doe een ander voorstel. Dan hoop ik dat u hier weer staat en zegt meneer Smelt, wat u nu doet, dat kan echt niet. Daar daag ik u toe uit. En in de samenwerking, en dat het dan lijkt op een verliefstel. Ach, u moet ons niet kwalijk nemen dat als wij een persconferentie doen, dat we het graag goed willen verkopen, zodat we goed van start kunnen gaan. En dat hebben we gedaan. En het is u opgevallen dat het mooi gepresenteerd is en dat doet me deugd. De heer aanvullende vragen nu, de heer Veldmeijer. Ja, tweede deel van die vraag. Kunt u 3 punten noemen buiten het echtscheidingsloket en de kernbudgetten, wat nu typisch ChristenUnie is aan dit akkoord? Ja, voorzitter, als meneer Veldmeijer niet kan slapen, wil ik hem het wel opnoemen, haal ik het akkoord op en lees ik er meer dan op. En ik vind het ook een vraag die een klein beetje flauw is, want we hebben een samenwerking gemaakt en je doet een coalitie en dan probeer je dingen in elkaar te vlechten die voor beide partijen van belang zijn. Als ik hier nu roep dat iets typisch ChristenUnie in staat,
Dan zal de GPT zeggen, oh, daar wil ik ook nog een aantal dingen noemen. En daar gaat het hier niet om. We hebben hier een akkoord gemaakt waar we samen voor gaan. En dus is alles ChristenUnie en evengoed alles GPT. En een beetje jammer dat u dat woordgrapje dan niet opgevat hebt tijdens de persconferentie. Maar u moet ervan uitgaan als wij ergens instappen dat in volle overtuiging doen. En dus is dit ons coalitieakkoord. ChristenUnie, GPT, maar ik sta voor datgene wat wij belangrijk vinden in het coalitieakkoord. Meneer, vul mij nog een laatste vraag zeker. Ja, dank u wel dat u me toestaat, voorzitter. Maar dat is raar, want in een coalitie, in een huwelijk, is het geven en nemen. Wat heeft de ChristenUnie, laat ik het anders formuleren, genomen? Meneer Veldmeij, de heer Smelt over zijn eigen woorden, over eigen antwoorden, dat weet u, meneer Smelt, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik heb ook niet zoveel behoefte om daar nu op te antwoorden. En dat zal ik dus ook niet doen. Ik denk dat het duidelijk is geworden en ik hoop dat u nog een keer in een coalitiegesprek plaatsneemt en dat u dan heel veel weggeeft. Dank u wel, voorzitter. Dan heb ik hier nog de moties en de twee moties die ingediend zijn. Voorzitter, op voorhand dank aan de PvdA GroenLinks die het initiatief hebben genomen om een motie in te dienen op het coalitieakkoord. Ze hebben in die zin in de veranderende bestuursstijl begrepen dat het echt wel mogelijk is om te kijken waar kun je nog accenten en nuances leggen, ook als partij met één zetel. Voorzitter, en dat doet mij deugd als ChristenUnie-fractie, want dat geeft aan dat zij de samenwerking in die zin ook daadwerkelijk zoeken. Voorzitter, motie 9, en ik heb de heer Elsinga iets over het meebeslissen horen zeggen, daar wil ik mij achter scharen, dat is een evident punt ook voor ons. Wat je wel zou kunnen doen, we hebben gesproken over het kernbudget, althans dat staat in het coalitieakkoord, daar komt nog een voorstel voor. Nou, dat is misschien een typisch punt waar je met een goede afbakening die meer beslissende bevoegdheid, maar ook die wensbevoegdheid bij elkaar kan brengen. Het college moet daar nog een voorstel voor maken en daar ook juridisch naar kijken. Ik heb geen zicht op wat het effect is als we burgers op een onderdeel laten meer beslissen. Ik vind het echt een punt waar u als college straks, het nieuwe college, mee aan de slag moet. Dus in die zin vinden we dat een lastig punt op dit moment in deze motie. Nou, over de kinderraad. Nou, ik moet u zeggen dat de beantwoording rondom democracy, zeg maar, ook ons hart heeft. We vinden het een heel mooi initiatief. En als dat kan uitmonden in een kinderraad, voorzitter, het is ons goed om daar mee aan de slag te gaan. In die zin, dank voor het voorstel van de PvdA GroenLinks. Kijken we naar motie 10, voorzitter. In de basis zou ik zeggen, ze zijn wat verstrekkend in de uitvoering. Maar er zijn ook eigenlijk voorstellen die eigenlijk al in beleid zitten. Die staan hier eigenlijk opnieuw in. Toegankelijkheid, daar moet ik eerlijkheidshalve van zeggen dat ik mij heel goed kan vinden in de beantwoording van de heer Elsinga. En daar ook niet verder duiding aan wens te geven. Armoede en schuldsanering is onderdeel van ons armoedebeleid. WMO-beleid, er staan er heel veel dingen in. We hebben Stichting Boer, we hebben Stichting Manna. Dus in die zin denk ik dat de gemeente al langer bezig is met het bestrijden van armoede en daar goede instrumenten voor inzet, waar deze coalitie ook op voort wenst te beduren. Arbeidsparticipatie. Nou, er zijn vele partijen die in welke vorm ook met arbeidsparticipatie actief zijn in onze gemeente. Ons voorstel is dan ook om Soweco hier gewoon door te strepen, te spreken over sociale partners en de college de gelegenheid geven die arbeidsparticipatie in de portefeuille Eco zit, ook te verbinden aan economie, werkbezoeken, granietenbestand van de gemeente, om te kijken of we mensen zoveel mogelijk aan een baan kunnen helpen. Want dat is het doel en dat weet ik zeker, dat bedoelt u ook en dat is ook het beleid. Dus daarvoor hebben we deze motie niet nodig, maar heeft u een toezegging nodig van straks het college lid die dit in portefeuille heeft, om te zeggen, daar ga ik mee aan het werk, PvdA-fractie. Tot zover de beantwoording van de moties, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Kelder, of die het woord in tweede termijn wil. Ja, het hoeft niet natuurlijk, hè? Ja. Maar ik vind wel dat ik iedereen in de gelegenheid moet stellen om een tweede termijn te nemen. Dan geef ik de heer Kelder het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Aan het einde van deze avond, we hebben straks aanleiding van deze bespreking. Ik wil in ieder geval de beide partijen veel succes wensen. Want laat één en de elder zijn dat wij natuurlijk voor dezelfde belangen staan als ChristenUnie en GPT. Ja? En we hebben ook in de bespreking met de informateur en later met de uitreiking ook naar de GPT gezegd van die bijdrage kunnen leveren, doen we dan natuurlijk vanuit. Het blijft vanzelfsprekend dat wij onze eigen punten ook hebben. Maar de insteek zal in ieder geval positief zijn. Veel succes. Dank u wel. Dan de heer Jonker. U hebt woord en er wordt een kaartje, pasje aangeleverd. Ja.
Volgende keer heeft u uw eigen pasje. Ik kijk even of het lukt, want dan heb ik een toezegging. Dank u wel. Dank voor de beantwoording. Even kijken. Als reactie op de motie die zijn ingediend door de PvdA GroenLinks, die zullen wij niet steunen. Motie 9 die gaat over het meebeslissen van kinderen. Kijk, kinderraad instellen, ja, daar hebben we niks op tegen natuurlijk, maar echt het meebeslissen. Hier vinden de beslissingen plaats, dus die voeren ons te ver. En wat betreft motie 10, als het gaat over het sociaal domein, veel goede dingen erin. Maar wat ons met name te ver ging, dat was over de armoede onder kinderen, die aangepakt moet gaan worden. Ja, heel belangrijk punt natuurlijk, maar wij hebben het liever over huishoudens en daar pak je dus alles mee. Waar je dus ook, en hier werd ook al een open deur gegeven dat de gemeente ook maar ja, geld moet geven voor de sport en het cultuur daarmee. Dus dat gaat ons iets te ver. Je kunt dat ook in overleg doen, wat de gemeente daar zou kunnen doen. Ook in het, samen met het veld. Dus niet per definitie alleen op het bord van de gemeente. Dus wat dat betreft geen steun. Wat de heer Elsinga ook in de beantwoording aangaf, duidelijkheid, hè, dat is vooraf wel gewenst. Dat onderschrijven we. Wij zien de voorstellen ook graag tegemoet. Hè. Er moet nog veel in gebeuren. Wel vraag ik nog wel vaak de duidelijkheid over het landbouwbeleid. Er is een buitengebied vastgesteld. De agrariërs die er nu zijn, hebben die nog de mogelijkheid om uit te breiden? Of gaat daar een slot op? Dat is nog wel even een puntje. En in de reactie op de heer Smelt, natuurlijk een motie zou kunnen, maar het zou ook van bestuurlijke vernieuwing kunnen zijn om te zeggen van joh, daar waar mogelijk op het gebied van, als we het hebben over verduurzaming, dat je niet alleen de sport noemt, maar ook de andere entiteiten die ik net genoemd heb, als dat een toezegging is, prima, daar ga ik geen aparte motie voor indienen. Wel overweeg ik een motie op het punt van de vrije keuze. En dan gaat het echt om de volgende zin. Voldoende ruimte om de zorg te kiezen vanuit de instelling of organisatie die bij de eigen identiteit past. Dat dat opgenomen kan worden onder het kopje sociaal domein. Dank u wel. U gaat er een motie voor indienen. Oh, u wacht een reactie af. Ja, we hebben altijd twee termijnen. Maar dan moeten we even kijken hoe we dat op een goede manier doen. Ja, nou ja. Ik geef u, misschien is het goed om eventjes nog te kijken of u een motie wilt indienen. We wachten een tweede termijn af van, die is al geweest. Ik zit even te kijken. Dus ik zou me willen voorstellen, ik heb nog drie mensen die het woord willen voeren, dat u aan het eind dan nog een motie naar de heer Reusken kunt indienen. Die ruimte wil ik geven, want anders dan lopen we helemaal uit de pas. En dan kan ieder daar wel of niet in fractieverband over kijken of men dat wil steunen, ja of nee. Want we hebben twee termijnen in de raad en ik zit even heel dringend te kijken. Dit is de tweede termijn al, dus vandaar mijn opmerking. Dus u heeft nog even de tijd. Ik heb dan drie sprekers voor u en dan geef ik u de ruimte om uw motie in te dienen. En dan maakt u onderdeel uit van de beraadslaging. CQ naast misschien schorsing gaan we er ook over stemmen. Dan de heer Veldmeijer in tweede termijn. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Eerst wil ik complimenten uitdelen aan de heer Elsinga en de heer Paters. Want die hebben de heer Smelt mooi in de hoek gezet. Want het is gewoon een GBT-akkoord. Want op het moment dat de heer Smelt niets kan noemen wat ChristenUnie waardig is, wat typisch ChristenUnie is, dan hebben ze gewoon bikkelhard en keihard onderhandeld. En de heer Smelt gewoon keurig in de hoek geparkeerd. En wat ik gezien heb van beide heren, de heer Paters en de heer Elsinga, want dat zijn toch de twee mensen die GBT vertegenwoordigen hier in de raad, voornamelijk, dat zie je ook terug in de persberichten. Maar als de heer Elsinga zojuist tegen mij zei over het referendum
En zo ken ik de heer Elsinga. Het staat er zo in, dus dan gaan we het zo doen. En dat typeert de heer Elsinga. En nu snap ik dat de heer Smelt gewoon niets te vertellen had tijdens de coalitiebesprekingen. Dus bij deze spreek ik uit dat wij in de volgende periode heel graag met de ChristenUnie in een coalitie zouden willen zitten. Want dat gaat ook van een leien dakje, als ik het zo begrijp. En verder heb ik op een aantal vragen geen antwoord gekregen. Ik ga niet flauw doen over die 50.000 euro die de heer Paap op zijn bankrekening tegemoet kan zien als het regent met Rentrok. Dat zien we dan wel. Maar we hebben ook gevraagd of het aanstaande college wat voorbeelden kan geven op welke manier zij nadrukkelijk aanwezig zijn in de kernen. Daar hebben we geen antwoord op gekregen. Ook niet over meer politie en BOA's. Ook geen antwoord op gekregen. Ik hoorde de heer Elsinga zeggen van ja, we gaan alleen over de huisvesting voor wat betreft het onderwijs. Maar er staat wel degelijk in het programma dat de nieuwe coalitie wil zorgen dat jongeren in Twente aan blijven. Terwijl we hier alleen middelbaar onderwijs hebben. Hoe willen ze dat gaan bewerkstelligen dan? Ook hebben we geen antwoord gekregen over het feit dat de coalitie één organisatie wil op het gebied van ambulante jeugdhulp. Hebben wij gevraagd, wordt dat toevallig zorgzaam gezien de connecties die er zijn? En klopt het dat de versnippering op het gebied van de jeugdzorg, waardoor het inefficiënt is en ineffectief, dat het ook mede het gevolg is van uw handelen de afgelopen 4 jaar? We hebben een vraag gesteld over het verbeteren van winkelcentra. Wat moeten wij ons hierbij voorstellen? Geen antwoord op gehad. U schrijft in de coalitie, hebben we ook geen antwoord op gehad, over het maximaal inzetten tegen verpaupering. Wat bedoelt de coalitie met maximaal? En we hebben een vraag gesteld over de omleiding van zware landbouwvoertuigen. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Maar zijn hier ongelukken mee gebeurd in het verleden dat u noodzaak ziet om dit te doen. En tenslotte, voorzitter, over het zwembad. Dat was niet zozeer het PVV-standpunt, maar wel het standpunt wat een burger eigenlijk naar voren bracht. Want in ons verkiezingsprogramma staat dat wij de zwembaden willen moderniseren, zo nodig. Maar ik vond het wel een interessante gedachte van die burger. Dus vandaar dat ik dat aan u wilde voorleggen. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Kobus, aan u het woord. Ja, dank u wel. Dank voor de coalitiepartijen voor de reacties op de vragen die gesteld zijn. We zijn heel benieuwd naar de uitwerking van dit akkoord de komende tijd. En de VVD zal daar dan ook een aantal voorstellen voor indienen. Daar komen we dan al mee. Wat betreft de moties van de Partij van de Arbeid, motie 9. Ja, die voegt volgens ons niet zo gek veel toe, want er wordt gevraagd naar de mogelijkheden of instrumenten om die inwoners direct invloed te laten uitoefenen. Maar volgens het coalitieakkoord komen daar al voorstellen voor en wordt er onderzocht om dat te gaan doen. Dus het is eigenlijk een herhaling van zetten. Wat betreft een kinderraad, we hebben ook al een jongerenraad, waar ik eerlijk gezegd nog niet zo gek veel uit heb zien komen de laatste tijd. Misschien is het zinvol om die wat meer leven in te laten brengen. En motie 10. Het betrekken van de sociale adviesraad, dat lijkt ons een logische gedachte. Die lijkt ons heel goed. Maar wat betreft de armoede en de schuldsanering, daar zijn al heel veel stappen in gezet. En allerlei partijen zijn daarmee bezig om dat te doen. Daar gebeurt al heel veel in. Wat betreft die arbeidsparticipatie, er is met name de laatste 2 jaar al ontzettend veel bereikt met het terugbrengen van mensen met een afstand door de arbeidsmarkt in het arbeidsproces. Dat gaat naar mijn inzien heel erg goed hier in deze regio. Dus ik zie ook niet in waarom we daar nu weer 2 groepen vluchtelingen en statushouders daar extra in moeten betrekken, want die worden daar al fors in meegenomen volgens mij. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Reusken. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik wil allereerst de beide coalitiepartijen bedanken dat we hier vanavond het debat over een coalitieakkoord kunnen voeren. Want ik denk dat we daarin ook goed geslaagd zijn met elkaar.
beide partijen naar voren kunnen brengen waarvoor ze staan. En wij hebben met elkaar kunnen reageren als oppositie wat we daarvan vinden. En dat vind ik toch het mooie en de winst van vanavond. En daarbij ook nogmaals ook de uitdaging voor mij als Partij van Arbeid GroenLinks. Om te kijken waar kan ik nog wat accenten aanleggen. En ik ben blij met de reacties van zowel de GBT als de ChristenUnie op de moties. Want die worden voor een belangrijk deel gedragen. Ik wil nog even kort reageren op beide moties. Als het gaat om welke mogelijkheden zijn er met betrekking tot de instrumenten die ingezet kunnen worden om direct invloed te hebben. Heb ik dus nogmaals niet het instrument referendum bedoeld. Maar vooral ook als je invulling gaat geven aan bewonersparticipatie, biedt ook ruimte om mee te laten beslissen. Als dit betekent voor deze motie dat zoals het nu staat, dat het te ver gaat, dan neem ik genoeg of ben ik blij als ik blijf bij het onderdeel met betrekking tot de kinderraad. En als de kinderraad wordt opgenomen, kan ik daar mee akkoord gaan. En dat is eigenlijk ook wel gezegd door beide. Dan over motie 10. Ook reageert naar mijn collega's. Kijk, een aantal zaken kunnen best wel al lopen. Een aantal zaken kunnen best ook wel goed gaan. Maar juist in een coalitieakkoord gaat het erom waar gaan wij accenten leggen en waar blijven wij accenten leggen. En dit zijn voor de Partij van Arbeid GroenLinks belangrijke accenten. Goed om te horen dat de Sociaal Adviesraad wordt opgenomen. Ook wat betreft de mantelzorgers. Ik kan ermee akkoord gaan dat door bijvoorbeeld respijtverlof, als dat weg wordt gelaten, door wordt gestreept, zo wordt opgenomen. Als het gaat over toegankelijkheid. Ik heb wel even gekeken in het coalitieakkoord. Daar staat bij ruimte, openbare ruimte. We willen inzetten op toegankelijke gemeenten voor minder valide. Met de samenleving willen we nagaan welke maatregelen we willen uitvoeren en zoveel mogelijk werk met werk realiseren. Dit gaat dan alleen maar over de fysieke toegankelijkheid. Hier gaat het ook over andere vormen van toegankelijkheid. Hoe word je aan de balie ontvangen? Hoe zijn de brieven die richting de burger gaan? En daar hebben we in de afgelopen periode met wethouder Binnenmaas uitgebreid over gesproken. Er is een VN-verdrag akkoord bevonden in de Tweede en de Eerste Kamer. Daar hebben wij hier een actieplan voor opgesteld. En ik roep eigenlijk op om dat te blijven doen. Maar als dat betekent dat dat bij de wethouder ligt en hier wordt gezegd van dat doen we al, dan kan ik alleen maar zeggen van dan laat het hier eruit. En dan zal ik in het uitvoeringsprogramma daarop op terugkomen. En de andere punten die genoemd zijn, daarvan heb ik begrepen dat de beide coalitiepartijen van zeggen van dat begrijpen we dat dat genoemd wordt en dat kunnen we ook opnemen. En als het gaat om de arbeidsparticipatie en als daarvan gemaakt moet worden met afstand tot de arbeidsmarkt en sociale partners, zijn hierbij een belangrijke partner om dit uit te realiseren. Kan ik daar ook mee akkoord gaan. Dus die aanpassingen wil ik maken in de motie. En dan zou ik ze graag dan op instemming willen brengen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan ga ik ervan uit dat u de twee moties dan aanpast. Want we moeten nu wel een aantal dingen uit. En ik denk dat het goed is om dat ze dan ook even op papier te hebben. Dan heeft de heer Jonker heeft een motie gemaakt. Ik geef nu de gelegenheid om die in te dienen. Dan schors ik even de vergadering om dat allemaal door te delen. En dan kijk even hoeveel tijd u nodig heeft. En dan gaan we met de stemming verder. Meneer Jonker, aan u het woord. Ja, mevrouw de voorzitter. Ik zou ook graag kort willen schorsen, zodat ik ook op een goede manier die motie kan indienen. Oké. Ja, het is wel niet helemaal gebruikelijk, maar laten we me dat maar doen. Ja, nee, ik ben, u weet, soms ben ik als was in uw handen. Meneer Jonker, hoeveel tijd heeft u nodig? 10 minuten? Ja, met. Ja, oké. Okay. Ja, prima. 10 minuten. Heel goed. U doet het goed. De griffier gaat mee. En de heer Jonker, de heer Reusken past in beide moties ook aan. Heeft u ook 10 minuten de tijd voor? En de heer Veldmeijer heeft nog een vraag. Nou, meer een orde voorstellen, voorzitter. In de zin dat we lopen ontzettend uit. Volgens mij is het koersdocument energie geen. Niet iets wat enorme haast behoeft. En wij stellen voor om dat door te schuiven naar de volgende vergadering. Ik ga over de orde. Dat gaan we straks doen. We gaan de gemeenteraadsvergadering gaan we gewoon ordentelijk afwerken zoals het hoort. En volgens hebben we de raadsdebat en kunnen we kijken hoe we daarmee omgaan. Ik schors voor 10 minuten om de moties bij te stellen.
dan worden ze gewijzigd, ingediend. En dan kunnen we kijken of er nog een schorsing nodig is. Ik schors tot 11 uur. Volgens mij is de raad weer compleet. Dan ga ik toch direct over op stemming over de moties. Vindt u dat goed of wilt iemand nog wat zeggen? Meneer Elzega, ik ben wat flexibel, dat weet u. Ja. Meneer Elzega, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik heb even kijk over de moties van PvdA GroenLinks. Die zijn nu bijgewerkt. Waarvan volgens mij een bijna meerderheid vindt dat het akkoord is. Het is alleen over de motie van de SGP, over die vrije keuze in de zorg. Omdat wij niet zo goed weten van wat betekent het voor de regionale samenwerking in Samen 14 en met de raamovereenkomsten of dat invloed heeft, zouden we willen vragen of de SGP het is belangrijk dat door te halen en dan te onderzoeken of er ruimte voldoende en dan zo verder. Als ze dat willen doen, dan hebben we daar geen bezwaar tegen. Kijk even naar de heer Jonker. Daar heb ik geen bezwaar tegen als dat veranderd wordt, dus bij deze. Dus het lijkt me even goed, want u weet dat ik kleine wijzigingen wel met de pen wil veranderen. Dat u even aangeeft wat u net zo vlug zei, de heer Elzega. Het is belangrijk dat wordt doorgestreept. Ja. En dan komt er in de plaats te onderzoeken. Te onderzoeken of. En dat is te onderzoeken of. Te onderzoeken of. Er voldoende ruimte, et cetera. Ja? Oké, okay. Dat is geaccordeerd. Dan hoeven we geen nieuwe tekst met kopieën te maken. Dan ga ik, want er is niet een volgorde in de moties, dus ik ga eerst naar motie 11. Die geef ik in stemming, waarbij stelt voor om aan het coalitieakkoord het volgende toe te voegen onder het kopje sociaal domein. Te onderzoeken of er voldoende ruimte is om de zorg te kiezen vanuit de instelling of organisatie die bij de eigen identiteit past. Ik geef het in stemming. Wie is voor deze motie? De motie is unaniem aangenomen. Mijn excuus. Dan is de motie aangenomen met de stemmen van gemeentebelang Twenterand. Even kijken hoor. De heer Reusken, wat? Ik was voor? Ja, het was voor, want ik moet even overnieuw. De Partij van de Arbeid GroenLinks, de VVD, de SGP, ChristenUnie en het CDA. Wie is tegen deze motie? Ja, voor. Ja, ik vraag wie tegenstemt. Ja. De PVV stemt tegen. Dus deze motie is aangenomen met de door mij genoemde partijen voor en tegengestemd heeft de PVV. Dan ga ik naar motie 12. Wie is voor deze motie? In de motie, ik lees even het verzoek aan het meer betrekken van kinderen bij de lokale democratie en mee te laten denken, discussiëren en voorstellen te laten doen door het instellen van een kinderraad. Wie is voor deze motie? Is het gemeentebelang Belangen Twenterand, dus de PvdA GroenLinks, de VVD, dat is de ChristenUnie. En wie is tegen deze motie? Dat is de CDA, de SGP en de PVV. Deze motie is aangenomen. Dan ga ik naar motie 13. Wie is voor deze motie? Het is gemeentebelangen Twenterand, PvdA GroenLinks, VVD, ChristenUnie. Wie is tegen deze motie? Het CDA, SGP en de PVV. Ook deze motie is aangenomen. Ik ben aan het eind gekomen van deze gemeenteraadsvergadering. Ik wil iedereen complimenteren voor de bijdrage die een ieder heeft geleverd. Het is denk ik mooi om dit zo met elkaar te doen, om ook de tijd ervoor te nemen om het met elkaar over datgene wat twee partijen samen opgesteld hebben, om ook dat hier te bespreken. En zoals ik heb vernomen, zal volgende week het aan mij overhandigd worden met ook de verwerking van de aangenomen moties. Dus dank u wel, ik sluit deze gemeenteraadsvergadering af. En ik ga eigenlijk meteen door naar de raadsdebat, als u het niet vervelend vindt. En ik zou willen voorstellen, als uw voorzitter voor de raadsdebatten, om het aanbieden, het koersdocument Agenda Duurzaam Twenterand, om dat mee te nemen bij de volgende raadsdebatten in begin juli. En de zienswijze programmabegroting 2019 regio Twente, om dat direct in de raad van 19 juni te plaatsen. En dan hebben
dan zal er ook wel nu al wel een bericht afgeven.